Amerika, Koude Oorlog, Hitler, geschiedenis in het groot. Uren achtereen vertelt zijn kenmerkende stem ons de geschiedenis. Met humor als de omsingelende beweging voor de dingen die er echt toe doen. Zoals hij het zelf ooit omschreef. Laten we hopen dat dat ook het motto van het komende gesprek wordt. Luistert u tot 12 uur naar historicus Maarten van Rossum in gesprek met Djoeke Veninga. Welkom. Dank. Toen ik u belde om te vragen of u gast wilde zijn in dit marathoninterview, toen was uw eerste reactie: als dat maar niet om 9 uur 's ochtends is. Ja, want ik ga altijd laat naar bed. Dat wil zeggen om 1:05 's nachts. En dan sta ik tegen 12 op. Dus als ik hier om 9 uur zou hebben moeten zitten, dan betekent dat dat ik eigenlijk natuurlijk om 7:30 op zou moeten. Want ik moet ook nog van Utrecht naar de studio komen. En dat zou betekenen dat mijn hele ritme, dat mijn hele bioritme voor wekenlang ernstig verstoord zou zijn. En het is ook maar zeer de vraag of er een verstandig woord zou zijn uitgekomen op dat moment. Ja, dus we hebben over ons hart gestreken en gezegd: goed, we nemen het op. Dus we zijn nu nog net in het oude jaar. Het nieuwe jaar is nog net niet ingeluid. Dat gaat u straks doen. Op wat voor manier? Nou, door rustig thuis te zitten en dan een kopje soep te eten. Ik geloof 10:55. En dan ben je net zo'n beetje klaar tegen de tijd dat de klok van 12 gaat slaan. En dan wens je elkaar alle gasten hebben vanwege ziekte afgebeld. Ah. Dus dan wens je elkaar een gelukkig nieuwjaar. En wie is elkaar in dit geval? En mijn echtgenote en mijzelf. Wij wensen elkaar een gelukkig nieuwjaar bij afwezigheid van iedereen die door buikgriep, snot, golven enzovoort geveld is. En dan wandelen we even naar buiten. En dan wensen we de buren, de straatgenoten, wensen we een gelukkig nieuwjaar. Omdat, maar ja, dat duurt een kwartiertje of zo. En dan gaan we weer naar binnen en dan gaan we op onze reet zitten en dan gaan we wat zitten lezen. Gewoon eigenlijk als iedere nacht. Ja, eigenlijk wel. Ja, zal. Maar hoe leeft een mens die zegt: ik functioneer eigenlijk niet voor 12 uur 's ochtends? Nou, ik heb ook jarenlang heel redelijk gefunctioneerd voor 12 uur 's ochtends. Namelijk toen wij kleine kinderen hadden. Dan ben je wel verplicht natuurlijk om 6:45 op te staan en de boterhammetjes te smeren en al die andere taken te vervullen. Maar dat is op een goed moment is dat eigenlijk opgehouden. Daar waren meerdere redenen voor. Mijn dochter wist hoe erg het was. Die was ondertussen denk ik een jaar of 15, 16 geworden. En die is zelf ook nogal brommerig 's ochtends. En die zei: nou, voor mij hoeft het allemaal niet zo. Als je niet opstaat, dan zit ik er niet mee. Nou, dat was mooi meegenomen. En min of meer op hetzelfde moment verscheen CNN op de kabel in Utrecht. Ja, eerst was je al jaren op de kabel in Amsterdam geweest en ik was daar stikjaloers op dat ze dan in Amsterdam, en dan vertelde mijn kennissen van hoe leuk het was, die hearings toen over de benoeming van Thomas in het Supreme Court en zo. Ja, dat kon ik allemaal niet zien natuurlijk. Bij wijze van spreken was ik geneigd om naar Amsterdam te verhuizen alleen vanwege deze buitengewone dienstverlening. En toen kwam het bij het begin van de Golfoorlog, ik denk januari 91, kwam het in ook in Utrecht op de kabel. En ja, primetime ligt daar natuurlijk 6 uur later dan bij ons. En dat betekende voor mij dat ik was erg gesteld op het programma Crossfire. Dat begon geloof ik om 2:30 onze tijd. Nou ja, dat duurde dan 2:30, dus was je toch geneigd om te wachten tot Larry King kwam. Die was dan om 3:00. Nou is Larry King een maloot en hij heeft meestentijds ook de meest malotige gasten. Als je echt de indruk wil krijgen dat de meeste Amerikanen niet goed bij hun hoofd zijn, moet je vooral veel naar Larry King kijken. Maar in politieke tijden had hij vaak toch interessante gasten en zo. En dat vond ik dan ook wel leuk. En ik moet bekennen dat ik aanvankelijk ook een soort CNN-verslaving heb opgedaan. Ik keek naar alles. Ik keek naar de vullers. Ik keek werk naar alles. Maar u heeft een functie aan de universiteit. Dan hoef je eigenlijk ook nooit zo voor 12 te zijn. Nee, daar zitten ze niet zo mee bij de universiteit.
En om een vrij eenvoudige reden, dat of je die colleges nou om 1 uur 's middags begint, of dat je daar om 9 uur 's ochtends aan begint, dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Veel studenten vinden 9 uur 's ochtends ook een hele matige tijd om te starten. Ik had een collega die zei, nou ja, ik vind het enorm vervelend, dat spreekuur, dat gezeik van die mensen die daar komen en zo. En toen heeft hij zijn spreekuur verplaatst naar maandagochtend 9 uur. En dat bleek een meesterlijke greep te zijn, want er kwam nooit meer iemand. Ik heb me altijd graag en vrijwillig gemeld voor de avondcolleges, voor onze avondstudie. Ja, een goed lopend bedrijf is dat ook. En er zijn veel collega's die dat maar matig vinden om van 8 tot 10 donderdagavond college te geven. Zeker een Uithof. En ik vind dat helemaal niet erg. Nee. Dus ik heb er nooit een klacht over gehoord. Misschien dat ze buiten mijn aanwezigheid verschrikkelijk geklaagd hebben, maar ik heb er nooit iets van over vernomen. Nee. Hoe oud zijn uw kinderen eigenlijk nu? Die zijn 30 en 33, want die zijn van 74 en 77. Ja, dus dat was lang geleden dat zij klein waren. Ja, dat is lang geleden. Die zijn al lang weer de deur uit. En alweer, u alweer opa gemaakt? Of? Ja, ik ben vrij onlangs ben ik opa geworden. 5 juli om precies te zijn. Ah. Ja, een vrij zonderlinge gebeurtenis natuurlijk, omdat je plotseling de derde generatie bent. En ja, dan weet je dus dat je de generatie bent die binnenkort over de rand van de afgrond gaat. Was dat de reactie op die geboorte? Nou, eigenlijk niet. Nee, want ik ben er enorm voor dat ze zich kwiek voortplanten. En wat mij betreft krijgen ze nog een hele massa kinderen. Maar het woord opa is toch een ja, ik weet niet of ik daar eigenlijk. Maar ja, je hebt niks te wensen of te verlangen. Maar dat had ik best nog. Het woord open had ik best even uit willen stellen. Maar het kleinkind niet. Nee, en het gevoel? Ja, ik weet wel dat al een jaar of 3 geleden deed ik iets enorm stoms op de fiets in de Burgemeester Reigerstraat. En iemand riep: hey opa, kun je niet uitkijken? En daar ben ik enige uren was ik daardoor aangeslagen. Dat ik kennelijk de indruk maakte van een onhandige bejaarde die daar voortploeterde op zijn fietsje en iets in. Maar ik bedoel, is het ontroering om het kind van je kind te zien? Ja, het is eigenlijk met name de zorg van je kind voor dat kind. Dat is eigenlijk het. Ik heb niet veel meer baby's, hoewel het een vrij kwieke baby is, naar mijn idee. Ze worden pas leuk als ze een jaar zijn of zo. Hè. Tegen de tijd dat natuurlijk, ja, de eerste beginselen van het praten en het lopen en zo. En maar wat bedoelt u? U neemt de zorg van het kind voor het kind weer over? Ja, nou nee, dat, want ik ben niet zo geweldig babyzorger, moet ik bekennen. Nee, ik vind het aandoenlijk om te zien hoe je eigen kind voor zijn kind zorgt. En hoe bezorgd hij daarover is. En dat vind ik wel opmerkelijk, ja. Ja. En was u zelf een bezorgde vader? Niet zo eigenlijk, nee. Ja, je hoort altijd enorm veel verhalen over opvoeding en hoe moeilijk het is en die lastige kinderen en zo. Maar dat is helemaal niet mijn ervaring geweest. Totaal niet. Dat hele opvoeden gaat min of meer vanzelf. Voor zover ik dat achteraf kan nagaan. En je moet een beetje geluk hebben met je kinderen, is mijn indruk. Je hebt daarbij misschien die spontaan aan de drugs raken of zo. Of die absoluut de Himalaya willen gaan beklimmen of andere zonderlinge liefhebberijen ontwikkelen. Dat kan, maar dat was in ons geval dus niet zo. Of ernstig hun grenzen alsmaar aan het verkennen zijn. Ja, bijvoorbeeld. Nee, sterker nog, mijn kinderen zijn veel netter dan ik ben. Die vinden ook mijn uiterlijk, vinden ze eigenlijk niks en zo. En die zijn altijd enorm kwiek gekleed. Ja. Waarschijnlijk is dat omdat je niet. Hè? Ik weet wel dat ik op een goed moment tegen mijn kinderen zei: ik vind het helemaal niet erg als jullie een roze hanenkam nemen. En ik kan dat alle ouders sterk aanbevelen om dat te zeggen, want dan doen ze het vooral dus niet. Inderdaad, de beste manier om ze er vanaf te houden. Ja. Nu ligt hier zo om ons heen uw werk. Dat zijn boeken. De wereld volgens Maarten van Rossum heet een boek. Heeft geschiedenis nut is een andere titel. Hier ligt Amerika voor en tegen. Er liggen ook een aantal hoorcolleges die op cd zijn uitgegeven. Die gaan over Amerika, Hitler, de Koude Oorlog en geschiedenis in het groot. Namelijk de hele wereldgeschiedenis van de Big Bang tot het heden. U wordt altijd aangekondigd als Amerika-deskundige. Die leerstoel, dat hoogleraarschap, die bijzondere leerstoel, dat is. Ja, dat is een beetje een raar onderwerp. Is een heel raar onderwerp. Cultuur in internationale context. Ja, dus ik vroeg me af. Dat was om allerlei bureaucratische redenen waar we nu niet in zullen treden. Moest dat zo heten? Maar wat is nou eigenlijk uw
gebied? Als u moet beschrijven van mijn gebied, waar ik echt wat vanaf weet. Ja. Wat is dat? Dat is de contemporaine geschiedenis. Ik ben begonnen op 1 september 1971... als medewerker van de afdeling contemporaine geschiedenis. Die bestaat niet meer. Die is opgeheven in een van die malotige resufflements die waar de universiteit zo goed in is. Had nooit moeten gebeuren, maar het is wel gebeurd. En dat die contemporaine geschiedenis begon in 1870. En zo zie ik mezelf nog steeds. Ik zie mezelf ook eigenlijk helemaal niet speciaal als Amerika-deskundige. Ik zie mezelf als contemporanist, zoals dat heet. En dat begint in 1870. En dan gericht op helemaal nou ja, niet? Wat mij betreft alles. Ik ben eigenlijk overal in geïnteresseerd. Ja. Ik kan zo gek niet wezen of ik vind het wel interessant. Dus eigenlijk de hele wereld. Mijn kennis van het klassieke ballet is niet groot. Maar ik ben ervan overtuigd als ik een boek over las... dat ik misschien ook al nog weer balletles zou nemen. Ja, maar hoe komt u tot de keuzes om waar wel of geen colleges over te geven? Oh, maar dat zijn allemaal reeksen van toevalligheden eigenlijk. Nou, Amerika lag natuurlijk voor de hand... Die Home Academy die begon toen net. En, die Home Academy, dat is die organisatie, ja, dat is die CD's uitgeeft. Ja, publiceert. En Van Nispen, die dat opgezet heeft, die kwam gewoon op college luisteren of hij het een beetje aardig vond. En toen zei hij: wil je Amerika doen in de 20e eeuw? Nou, dat leek mij natuurlijk een geweldig idee. En vooral omdat ik het zo aantrekkelijk vond dat datgene wat normaal natuurlijk, ja, dat vliegt weg. Hè. I pissed my life away in talk. Ja, citaat, dat verzin ik niet zelf. En nu werd dat vastgelegd. Hè? Dus je bent haast geneigd om te denken, te hopen, te verlangen... dat ooit, als mijn kleinzoon 25 is... en ik natuurlijk al lang onder de groene zoden ligt... dat ze zeggen van, weet je wat, we zetten opa nog even op. Ja, lekker die 4 cd's. Ja. Helemaal... Ja, ze kunnen dagenlang naar opa luisteren... want ik ben van plan om een heleboel te maken. Ja, en inderdaad, in zo'n college duurt rustig 4 cd's, inderdaad. Dus je hebt ook flink de tijd. Je hebt ook flink maar zijn dit normale hoorcolleges die u normaal geeft? Nee, dit is nog wel een beetje ingedikt, hoor. Mm-hmm. In principe zou men nergens zeggen, Amerika, dat zijn dan geloof ik 3 cd's. Ja, dat doe ik in principe 8 keer... 2x3 kwartier over. He, dus dan heb je veel meer ruimte nog. Dus dit is wel wat compacter dan wat ik normaal in de collegezaal zou doen. Ik heb sowieso een enorme neiging om af te dwalen... en allerlei zonderlinge zijpaden te bewandelen. Ook natuurlijk om het voor jezelf interessant te houden. En u heeft nooit de behoefte gehad om werkelijk heel erg te gaan specialiseren? Nee. Ergens nee, binnen dat gebied van die moderne geschiedenis? Ik heb eerder gedacht, nadat ik mijn dissertatie had voltooid... want dat ligt hier niet bij... Nee. Overigens een bijzonder aardig boek, maar ondertussen alweer, even diep rekenen, is meer dan 24, bijna een kwart eeuw oud natuurlijk. Een van mijn betere dingen naar mijn gevoel, maar ik heb toen toch ik heb altijd het idee gehad dat ik wil niet al te specialistisch bezig zijn. En eigenlijk ook wel dingen doen, zeker nadat ik die dissertatie af had... die in principe geschikt zijn voor een wat groter publiek. Want toen heb ik namelijk... Want die dissertatie die ging over de... Over Joodse intellectuelen in de Verenigde Staten... zeg maar tussen het begin van de jaren 30 en het begin van de jaren 50. En die begonnen enorm radicaal links... en die maken eigenlijk een enorme zwaai door... en al begin jaren 50 zijn ze verbazingwekkend behoudend geworden... en een deel daarvan is ondertussen veranderd in... neoconservatief en hun kinderen zijn vaak prominente neoconservatief. Meestal de zonen, ik weet zo gauw geen dochter. Maar ja, in feite hebben zij de grondslag gelegd voor het neoconservatisme... wat natuurlijk een enorm invloedrijk is geworden in de afgelopen 20 jaar. Ja, dus uw laatste boek, dat heet 3 oorlogen. Een kleine geschiedenis van de 20e eeuw. Dus meer de behoefte dus om juist die hele grote geschiedenis... Ja, eigenlijk helder en in grote lijnen te doen, hè? Ja, ik ben ook... ik weet niet of andere vakgenoten daar ook last van hebben van die ziekte. Ik ben dol op handboeken. Dus als er een nieuw handboek uitkomt, denk ik altijd... goh, we gaan even kijken hoe die dat gedaan heeft. Wat doet hij wel, wat doet hij niet, hoe heeft hij het opgezet? Wat is de structuur? Ligt er nog een specifiek concept aan ten grondslag? Ja, dat vind ik enorm aardig. Mm-hmm. Ik ben überhaupt een enorme liefhebber van naslagwerken. Het kan mij niet encyclopedisch en omvangrijk genoeg zijn. Ik vind het altijd even leuk om daarin in te kijken. Ja, voor mezelf had ik dat ook wel. Overigens ook die 3 oorlogen, dat is eigenlijk ook weer een hele lange voorgeschiedenis. Want ik denk, nou ja, vrijwel elke contemporanist heeft natuurlijk bij het eind van de Koude Oorlog gedacht... weet je wat, de korte 20e eeuw, 1914, 1991...
En nou, Hobbes Bon heeft dat binnen 3 jaar geschreven. Dat is Age of Extremes, een alleraardigst boek voor iedereen. Die Hobbes Bon is een bejaarde marxist, maar toch is het een alleraardigst boek. Het heeft zonderlinge trekken, maar lees het gerust, zou ik zeggen. En ik dacht natuurlijk ook, god, dat is leuk, dat ga ik doen. En toen, nou, dat, bij mij duurt altijd alles eeuwig. Want na jaren heb ik dat eerste stuk geschreven. Dat is over de Eerste Wereldoorlog en hoe we daar zo'n beetje aan gekomen zijn. Dat is ook weer, dat heb ik zeker 10 jaar geleden geschreven. Als dat niet meer is, dat stond op een bloknootje. En toen ging ik die bundels maken. En toen zei de uitgever, heb je nog wat licht? Ik zei, ja, ik heb nog een stuk over de Eerste Wereldoorlog. Maar dan wil ik dan wel een stuk over de Tweede Wereldoorlog gaan toevoegen. Dat heb ik toen gedaan. Maar ja, de schrijfzomer is toch betrekkelijk kort. Dus ik had de Tweede Wereldoorlog net af toen de zaak weer ging draaien. En toen heeft het nog weer een jaar of wat geduurd voordat ik deze zomer de Koude Oorlog heb toegevoegd. En nu pas is het project compleet. Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, Koude Oorlog. Ook omdat er, dat leg ik ook, hoop ik, overtuigend uit, een zekere causale samenhang is tussen die drie conflicten. Nou, zeker. Een totale causale samenhang. Nou ja, dan moet je moet ook oppassen niet deterministisch te worden en te zeggen van ja, het kon niet anders dan, want dan had op allerlei momenten had het heel anders kunnen lopen dan het uiteindelijk gelopen is. Dus dat, in die zin moet je een zekere terughouding, hè, want anders zeg je natuurlijk van ja, principe schiet en hè, de hele zaak zit er eigenlijk al in. Dat zou mij net iets te ver gaan. Nee, maar in elk geval, de Tweede Wereldoorlog was er nooit zo geweest als de Eerste er niet was geweest. Ja. En de Koude Oorlog was er ook zeker niet zo geweest. Nee, maar stel voor dat Hitler aan wie gedood was overleden, ik noem maar wat. Of wie? Stel voor dat Hitler aan wie gedood was overleden, of hij was met zijn driewieler onder de bus gereden. Je kunt je allerlei scenario's voorstellen. Hoewel ik geloof niet dat je toen nog veel driewielers had in Braunau. Maar ja, dan was de Tweede Wereldoorlog misschien, dan was er wel misschien een conflict geweest, maar niet dat conflict en niet van die satanische omvang. Daar ben ik vast van overtuigd. Ja. Stel voor dat de economische crisis oktober 29 zou niet of anders zijn gelopen. Is dat ook een heel leuk spel wat je altijd maar weer speelt als historicus? Dat je altijd denkt van als toen dit net anders was gelopen, wat was er dan eigenlijk? Dat is natuurlijk pure speculatie. Ja, maar de leuke history is, iffy history is leuk, ook omdat je daardoor vaak wat scherper kunt laten zien wat er wel is gebeurd en waarom dat zo gebeurd is. Ja, ja, want in de hoorcolleges doet u dat ook regelmatig. Een beetje history, ik speculeer er fijn op los. Ja. Ja, dat die bom net aan de andere kant van de tafelpoot Churchill had gezeten. Ja. En zeker. Hitler toen wel. Ja. En toen, Hitler is natuurlijk, als je ziet, er is volgens mij net een boek verschenen over alle aanslagen op Hitler die dus mislukt zijn. De enige aanslag op Hitler die ooit is mislukt, heeft hij zelf ondernomen. En die is ook direct effectvol geweest, maar dat was jaren te laat. Inderdaad, hè? Ja, hoe vaak hij eigenlijk overleefd heeft. Ja. Ongelooflijk, echt ongelooflijk. Vandaar dat hij dacht dat hogere autoriteiten voor hem een speciale historische bestemming hadden. En als je ziet hoe het loopt, dan kun je deze zonderlinge misvatting wel voorstellen. U beschrijft Hitler als iemand die lang niet zo een geordend plan in zijn kop had en eigenlijk precies wist wat hij allemaal aan het doen was als misschien vaak wel gebeurd is. Hè? U beschrijft hem als, punt 1 zegt u, je moet hem helemaal niet zien als een gek. We hebben hem altijd veel te veel als een dolle clown misschien bekeken, maar hij is ongelooflijk slim. En nou, ongelooflijk slim, maar als je moet oog hebben voor zijn talenten, want anders levert die analyse van zijn politieke rol niets op. Als je zegt hij is gek, nou ja, dan ben je meteen klaar, hij is gek. En maar in tweede instantie, u zegt hij was eigenlijk iemand die altijd een vlucht vooruit nam. En dus de grote stappen eigenlijk nam. En in de praktijk in wezen heel veel ook van zijn oorlogsvoering en zijn hele militaire strategie heeft moeten aanpassen. Ja, ik denk dat hij ook niet. Kijk, er had gezegd van ja, god, als de mensen maar op tijd Mein Kampf hadden gelezen en het serieus hadden genomen, ja, dan zou alles anders zijn geweest. Achteraf is dat misschien zo, maar dat is een betrekkelijk nutteloos soort van conclusie. Kijk, heel veel politici schrijven boeken en dan komen ze tenslotte op het groene kussen te zitten. En dan het laatste waar ze zin in hebben is uitvoeren wat ze in die prachtboeken hebben geschreven die ze geproduceerd hebben. Want ze zijn zo, voelen zich zo fijn achterin die grote zwarte auto's en met zo'n man die een tas draagt en de hele dag op televisie. En nou, kortom, het is alle dagen feest, zal ik nou maar even zeggen. Ja, en Hitler was een totaal afwijkend geval in de zin dat hij een soort programma had. Zei dat heel vaag gestructureerd was en dat hij dat ook
naar de omstandigheden dat mogelijk maakten, heeft uitgevoerd. Maar wist hij in 1924, toen hij Mein Kampf dicteerde, hè, want hij heeft het gedicteerd, niet zelf geschreven, wist hij toen hoe het lopen zou? Natuurlijk niet. Hij had geen flauw idee hoe het lopen zou. Hij wist eigenlijk maar één ding absoluut zeker. En dat was dat de oorlog overgedaan moest worden onder condities die Duitsland in staat zouden stellen om te winnen. En een van die condities was dat de Joden uit Duitsland moesten worden verwijderd, want dat waren internationalistisch georiënteerde verraders die je er niet bij kon gebruiken. Mm-hmm. En wat was nou uw drijfveer om die eeuw zo te willen beschrijven? Wat wilde u beschrijven wat bij wijze van spreken nog niet beschreven was? Nou, het eerste stuk, de Eerste Wereldoorlog en de aanloop daarna was voor een belangrijk gedeelte, liep dat parallel aan het hoorcollege wat ik jaren had gegeven. Ik denk, god, dat is leuk, zet ik dat ook eens een keer een beetje op papier. De Tweede Wereldoorlog had eigenlijk een wat ander motief. In allereerste instantie wou ik zelf eigenlijk weten hoe het precies gelopen was. Ja. En dat lag hem een beetje aan het feit dat ik een boek had gelezen van een Engelse historicus, Richard Overy. En dat heet Why the Allies Won. En die stelt daar een theorie op, Why the Allies Won. En dat is op zichzelf eigenlijk al interessant, omdat in het algemeen alle beschrijvingen van de Tweede Wereldoorlog ervan uitgaan dat die overwinning een volkomen vanzelfsprekende zaak was. Ja, het kon even duren en zo, maar het kon niet anders lopen dan het gelopen is. Nou, de vraag is dus, was dat inderdaad zo? Had het anders kunnen lopen? Ja, ik denk wel dat er voor Hitler een soort window of opportunity geweest is. Maar goed, ook dat is natuurlijk, dat spreekt iffy history. Maar bijvoorbeeld Overy zegt, die oorlog zei ik pas beslist in de vroege zomer van 1943. Daar ben ik het nou bijvoorbeeld niet mee eens. En dan, als je het er niet mee eens bent, moet je uitleggen wat jij dan vindt. En ik denk feitelijk dat de Tweede Wereldoorlog beslist is in december 1941, toen de Duitsers gestopt zijn voor Moskou en Russen in een tegenaanval zijn gegaan, de Duitsers honderden kilometers terug hebben gedreven en natuurlijk de Verenigde Staten bij de oorlog betrokken raakten door de aanval op Pearl Harbor. Ja, dus die rol van die Russen, die is eigenlijk altijd een beetje, die is van doorslaggevende betekenis maar geweest. Maar klein omdat geweest eigenlijk altijd in de analyses over, ook over, ja, het hele strategische. Ja, ik heb me jaren geërgerd aan het nieuws over aan de herdenkingen van D-Day. Hè? Want 6 juni herdenken wij D-Day. En dan, ja, god, 94 was het 50 jaar geleden natuurlijk dat ze was. En dan zei de Nederlandse journaallezer altijd dat het beslissende moment van de Tweede Wereldoorlog was. Dat is de grootst mogelijke onzin. Want op het moment dat D-Day plaatsvindt, 6 juni 1944, heeft het Rode Leger, de Weermacht aan het Oostfront, al beslissend verslagen. Namelijk al een jaar eerder. Ja. Ja. En Hitler zou altijd verloren hebben. Of wij nou, of de Amerikanen en de Engelsen nou geland zouden zijn in Normandië, ja dan nee. U begrijpt wel dat het wel enorm voordelig was dat we door de Amerikanen en de Engelsen zijn bevrijd en niet door de Russen. Want u weet, degenen die door de Russen werden bevrijd zijn voornamelijk van de regen en de drup geraakt. Maar als je kijkt naar het militaire verloop van de Tweede Wereldoorlog, is D-Day niet veel meer dan een mopping-up operation. Ja. Ook qua schaal bijvoorbeeld, daar stonden, ik weet niet precies wat de cijfers zijn uit mijn hoofd, maar een pak een beet 50 Duitse divisies in West-Europa en 200 aan het Oostfront. De Tweede Wereldoorlog bestaat eigenlijk uit een reeks van conflicten waarvan er één, hè, een satanisch gebeuren is geweest. God, nou, de tweede keer dat ik dat woord gebruik, is nou niet meer. Maar een immens, ja, een, hè, zoals Hitler het zelf noemde, een Weltanschauungskrieg. En ook vanuit het oogpunt van Hitler een Vernichtungskrieg. En dat is de slag tussen de Sovjet-Unie en Hitler-Duitsland, die Duitsland verloren heeft. Ja. Dus dat was eigenlijk uw eigen nieuwsgierigheid. Toen dacht van, hoe zat dat eigenlijk? Ja, dat is dat nou eigenlijk, hoe is nou eigenlijk dat verloop van die oorlog gegaan? Ja. En daar gaat het ook heel erg over. De hele vernietiging bijvoorbeeld van de Joden, de Holocaust, komt niet heel erg uitgebreid voor. Nee, die komt er min of meer, die komt voor, maar in het stukje over Adolf Hitler, wat ik als een soort van tradition gebruikt heb tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Ja, je moet van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En ik kon natuurlijk een uitgebreid verhaal gaan schrijven over de kleine entente in de jaren 20. Maar ik denk dat schiet niet op. Dus ik heb Hitler er eigenlijk tussen gestopt als een verbindingsstreep. Ja, maar is dat ook omdat u vindt dat element uit die Tweede Wereldoorlog in wezen altijd
te veel? Nou, te veel wil ik niet direct zeggen, want het is natuurlijk... dat klinkt ook een beetje raar, maar ik bedoel eigenlijk te zeggen... Het uniek gebeuren dat in feite 5 miljoen mensen fabrieksmatig vernietigd zijn. Ja. Eerst bijeengedreven en vervolgens vernietigd. Waarbij we overigens ook moeten ons beseffen dat Duitsers hebben ook 5 miljoen Russische krijgsgevangenen laten verhongeren. Daarvoor zijn geen monumenten, dat herdenkt niemand. Dat is gebeurd en is, laten we zeggen, geruisloos in het black hole van het vergeten verdwenen. Ja. Dus in die zin, de Tweede Wereldoorlog heeft ergens tussen de 50 en de 100 miljoen slachtoffers gekost. En ja, de Holocaust is een heel specifiek en aangrijpend verschijnsel. En vooral natuurlijk omdat de slachtoffers volstrekt schuldeloos waren. Behalve dat ze door de Duitsers... bij wet volkomen arbitrair overigens tot Jood verklaard waren. Dat, als je ziet hoe dat gegaan is, ook vrij zonderling. Maar ja, als u het zo wil noemen, is het wel zaak om oog te hebben voor alle doden van de Tweede Wereldoorlog. Zeker. Ja, en meer voor dat. En uw beoordeling van Stalin, die is eigenlijk redelijk mild, zou je kunnen zeggen. Nou, mild zou ik het zelf niet willen noemen. Het is een ontzaglijke boef. Dat schrijf ik ook. Het was een even grote boef als Adolf Hitler. Maar dat is ongeveer de enige zin die er ook aan gewijd wordt. Het heeft tientallen miljoenen doden op zijn geweten. Alleen was het een heel ander soort van boef dan Adolf Hitler. Adolf Hitler was een gokker. Die vond dat door de Eerste Wereldoorlog de Europese geschiedenis de verkeerde loop had gekregen. Dat moest nu anders. En Stalin dacht, denk ik, primair nogal defensief en zeer voorzichtig. En hij werd natuurlijk tijdens de Koude Oorlog... en zeker tijdens de eerste fase daarvan voortdurend afgeschilderd. Hè, alsof de Rode Horde op elk moment ons konden overlopen... en hier het VPRO binnengebouw zouden willen binnendringen. Wat ze waarschijnlijk ook qua inrichting als een volstrekt normale locatie zouden beschouwen. Absoluut. Maar goed, en dat was gewoon helemaal niet zo. Dat was helemaal niet zo. Ik denk dat Stalin heeft in de allereerste plaats de winst van de Tweede Wereldoorlog willen consolideren, die waarschijnlijk veel groter was dan hij zelf aanvankelijk had verwacht. En ja, in die zin is het feit dat de Koude Oorlog een mondiaal conflict is geweest, dat het is uitgelopen op een volstrekt absurde nucleaire wapenwetloop. Ja, is het gevolg van de wederzijdse waanzin die de Amerikanen en de Russen met elkaar hebben verzonnen. Dat is een term die ik meerdere malen gebruik, geloof ik. De Koude Oorlog was een klassiek geval van folie à deux. Je ziet dat ook in slechte huwelijken. Hè? Dat ze eigenlijk met z'n tweeën gevangen raken in een geheel unieke vorm van waanzin. En dat is denk ik kenmerkend ook voor de Koude Oorlog. Nou ja, omdat u nogal benadrukt dat inderdaad die expansiedrift van de Sovjet-Unie na die Tweede Wereldoorlog helemaal niet zo aanwezig was. Maar dat ze inderdaad gewoon eigenlijk meer wilden houden waar ze eigenlijk recht op hadden. Ja. Want daar hadden ze zelf hard voor gevochten. En zo is het maar eenmaal in oorlogsstrijd. Wat ik schrijf, en dat lijkt me eerlijk gezegd moeilijk te ontkennen, is dat de Sovjet-Unie vrij legitieme veiligheidseisen had. Kijk eens, dat het een klote regime was, wat afschuwelijk en moordzuchtig was voor zijn eigen burgers. Ja. Dat is absoluut een feit. Maar dat doet niets af van de legitimiteit van de veiligheidseisen. Niet. Dat was eigenlijk mijn vraag. Kan je inderdaad Stalin eigenlijk dus in die zin als een normale staatsman beoordelen? Ja, dat denk ik zonder wel. Eigenlijk zijn buitenlandse die hele politiek, Gulag erbij te betrekken. Er zat zeker een ideologisch element in zijn opstelling. Maar goed, dat was bij de Amerikanen ook niet bepaald afwezig. Mm-hmm. U schrijft helemaal over die Koude Oorlog, daar komen we nog op. Maar helemaal concluderend schrijft u eigenlijk dat je die hele 20e eeuw uiteindelijk misschien in de geschiedenis wel als een heel andere eeuw ooit terecht zal komen dan als die gruwelijke eeuw, hè? Ja, kijk, die 100 jaar wereldgeschiedenis of planeetgeschiedenis, zo u wilt, die kun je natuurlijk op allerlei verschillende manieren benaderen. Je kunt kijken naar die drie conflicten. Daarin staat uiteindelijk natuurlijk Europa toch vrij centraal. Zij dat die conflicten uiteindelijk ook consequenties hebben gehad voor de hele rest van de wereld. Maar toch, het begint in Europa. En de essentiële machtstegenstellingen die zijn ook van Europese aard. En dan kun je de Verenigde Staten sowieso volgens mij wel beschouwen als een Europese mogendheid die toevallig aan de andere kant van de Atlantische Oceaan ligt.
Maar je kunt die eeuw ook op een totaal andere manier beschrijven. Namelijk, en dat geldt natuurlijk zeker in de afgelopen kwart eeuw... Als de eeuw waarin ook de hele rest van de wereld bezig is gegaan zich te industrialiseren. Omdat als je kijkt naar de industriële productie in de wereld... dan zul je zien dat tot ongeveer 1965... zo'n 80% van de hele industriële productie werd vervaardigd in Europa en de Verenigde Staten. En nou, dat is met name na 70 is dat sterk gaan verschuiven. Want ja, door de enorme opkomst van China. Wat natuurlijk ook door zijn volkrijkdom een hele prominente rol al speelt. En nog meer zal gaan spelen, denk ik. Dus dat je kunt de 20e eeuw beschouwen vanuit demografisch perspectief. Neem zoiets simpels als... In 1900 was de wereldbevolking iets lag onder de 2 miljard. We weten niet precies, want niemand heeft dat natuurlijk ooit precies geteld. Maar het lag onder de 2 miljard mensen. En op het moment dat de eeuw ophield, jaar 2000, lag die iets boven de 6 miljard mensen. Dus het aantal mensen is ruim verdrievoudigd in die 100 jaar. Wat natuurlijk, ja, dat kan maar één reden hebben. Namelijk dat de levensomstandigheden van Homo sapiens kennelijk aanzienlijk veel gunstiger zijn geworden in de loop van die 100 jaar. Waarbij want die afschuwelijke conflicten waar ik het over heb, ja. Die drie afschuwelijke conflicten, plus de moordzucht van de Bolsjewieken, plus burgeroorlog. Als je al die slachtoffers bij elkaar optelt, dan kom je aan een kleine 200 miljoen. Vergeleken met de ontzaggelijke demografische explosie die in die eeuw heeft plaatsgevonden. Ja. Het is verschrikkelijk, maar stelt het relatief niet zo verschrikkelijk veel voor. En dat laatste, ik bedoel het feit dat dat... Zo'n boek zou je ook kunnen schrijven. Je kunt over die 20e eeuw wel 10 verschillende boeken schrijven. Ja. Je kunt ook een boek schrijven over het modernisme in de kunst. Ja. Wat karakteristiek is voor die eeuw. Nee, maar het is een optimist. We moeten geloof ik weer optimistisch zijn. Hè? Dat is de boodschap van deze dagen van iedereen opeens. Nou, van Schnabel en alles. Was dat de boodschap van Paul Schnabel. Ja. En daar heeft hij het grootste gelijk van de wereld in. Omdat we in Nederland in een beetje zonderling paniekeren. Pessimisme zijn vervallen. Precies, ja. Dus met dat optimisme kunnen wij ook naar die eeuw kijken, bedoel ik. Als ja, dat geldt natuurlijk niet voor enorme... de mensen die een onnatuurlijke dood zijn gestorven in de loop van die eeuw. Nee. Dat is zonder meer een feit. Maar ja, die eeuw kun je ook vrij optimistisch zien. En dat ligt vooral natuurlijk aan de ontwikkeling van de technologie in de loop van die eeuw. En aan de ontwikkeling van de medische wetenschap. Want mocht iemand twijfelen aan... de vooruitgang, dan wil ik graag wijzen... ook mijn persoonlijke geval is in deze redenering bijzonder leerzaam. Dan zou ik graag willen wijzen op de ontwikkeling van de medische wetenschap. Ik heb een soort van praatgroepje van oude heren. En wij hebben nog eens zitten nagaan wie er dood zou zijn... gegeven de toestand van de medische kennis in 1875. En er waren er twee die het overleefd zouden hebben. De hele rest zou zo dood als een pier zijn. Waarvan terwijl wij daar ook, nog kwiek zaten te praten. U zelf zou ook dood ja, zijn? Ja, ik ook. Want ik ben natuurlijk door de moderne medische wetenschappen... trouwens tot twee maal toe zodanig gerepareerd dat ik hier nog zit. Met een nieuw hartklepje. Nou, de klep is dezelfde, maar die is de ophanging is vernieuwd. Een gerepareerde klep. Ja, wat toch inderdaad iets... verbijsterend is als je het bedenkt vanuit een... Ja, dat kon 40 jaar geleden niet. Nee, kort geleden nog maar. Dat derde conflict, die Koude Oorlog... was eigenlijk geen oorlog, hè? Of was het wel een oorlog? Nou, dat is maar net... er zijn een aantal mensen die een beetje zijn gaan zeuren... of het dan wel een oorlog was. Ten eerste noemen we het Koude Oorlog. Dus ik zou zeggen, waarom zouden we dat nou ineens moeten gaan veranderen? Wat is er dan een alternatief of zo? En kijk, het is natuurlijk een feit dat er in West-Europa nauwelijks een schot gelost is. Er zijn een paar honderd mensen doodgeschoten... die geprobeerd hebben uit de DDR te ontsnappen. En dan heb je het dus een beetje gehad. Dus we even afzien van... conflicten in Joegoslavië die eigenlijk na de Koude Oorlog pas zijn begonnen. Maar ja, als je naar de derde wereld kijkt, dan ik geloof dat het wel getabelleerd is door mensen die dat soort van dingen tabelleren. Maar dan zit je toch wel tussen de 20 en de 25 miljoen doden. En dat vind ik eerlijk gezegd toch wel vrij significant. Als het ja, denk aan Angola of Somalië of Ethiopië of Vietnam of Afghanistan. Van die drie oorlogen is het de enige die u zelf heeft meegeleefd, hè? Ja. Scheelt dat? Is dat anders? Hoewel ik dat heb ik dat helemaal uit het boek gehouden, om het zo maar te zeggen. De verleiding was natuurlijk groot, omdat her en der, ik kom maar op één plek in dat boek voor. En dat is niet in de Koude Oorlog, maar dat is tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ja, de verleiding was natuurlijk groot om je eigen sentimenten in die jaren te beschrijven. Maar dat heb ik, daar heb ik eigenlijk van afgezien. Want tijdens de Tweede Wereldoorlog, u werd geboren tijdens de Tweede Wereldoorlog, 43. Ja, ik ben geboren in oktober 43. En in september 44 woonden mijn ouders in Wageningen, waar mijn vader aan de plantenziektekundige dienst werkte. En Wageningen lag daar aan de westelijke kant van die Operation Market Garden. En de Engelsen waren van plan daar een Duitse eenheid te bombarderen. Maar zoals bekend, dat bombarderen, dat was eigenlijk altijd mis. Althans, zeker de eerste jaren van de oorlog. En die hebben dus in plaats van een Duitse eenheid te bombarderen, hebben ze in Villawijk gebombardeerd. En in een van de tuinen van die Villawijk stond ik in mijn kinderwagentje. En de scherven zijn een meter boven de kinderwagen ingeslagen. En nou ja, ik heb het net overleefd. Ook alweer? Ja, het is. Dus als je het zo bekijkt, zegt het ongelooflijk. Een soort Hitler eigenlijk. Ja, misschien dat de heren met mij toch ook een bedoeling heeft. Dus het is eigenlijk al de derde keer, ja. Of niet? De derde. Ja, het is de derde keer. Ik heb dat nooit zo. Dat is de eerste gezien. Keer dat ik daarop gewezen word. Ja. Ja, dan moet. Het is duidelijk dat de hogere autoriteiten met mij nog iets van plan zijn. Ja. Maar speelde die Tweede Wereldoorlog een grote rol in dat opgroeien daar? Ja, in zekere zin wel. Ik herinner me overigens niets van de Tweede Wereldoorlog. Helemaal niets, want ik was natuurlijk anderhalf toen die ophield. Maar de Tweede Wereldoorlog was natuurlijk enorm prominent aanwezig. Omdat Wageningen zeer ernstig beschadigd was geraakt in de loop van de Tweede Wereldoorlog. Er lagen enorme puinbergen even buiten het stadje. De kerk lag in puin en de klok uit de toren die hing in zo'n houten stellage. Iemand op mijn school die vond een complete Duitse soldaat in de uiterwaarden. En ja, die oorlog was een heel uitgesproken aanwezigheid. Ik ging met mijn vriend Jan Zegers, fietsten wij naar Kasteel Doorwerth, wat tegenwoordig keurig weer rondombost is, maar toen een ruïne was in een totaal kaal landschap. En voor Kasteel Doorwerth stond een Sherman tank. Ik weet eigenlijk niet of die er terecht is gekomen in 1944, dat denk ik niet, of in 1945, dat denk ik weer wel. Nou, wij vonden dat fascinerend. We gingen altijd naar die tank fietsen, dan gingen we erop klimmen en we stelden ons daar van alles en nog wat bij. Hij is er overigens niet meer, maar Nederland staat vol met tanks uit de Tweede Wereldoorlog in meerder of minder mate van herstel en reparatie. Mm-hmm. Ja, de oorlog was een heel concrete aanwezigheid. Hè. De oorlog nu, zou ik zeggen, is een soort eikpunt geworden. Hè, van wie waren er goed en wie waren er fout? Mm-hmm. Ik denk een heel dat leeft eigenlijk weinig op, denk ik, dat vraagstuk. Maar toen was de oorlog heel concreet. En voor ons jongetjes, wij waren jongetjes, was het een groot avontuur wat wij net gemist hadden. Ja. We gingen op de Gerbenberg, gingen we hulzen zoeken en zo. Ja, nog een zegen dat de hand er niet afgeknald is, maar dat deden we. Dan las ik ergens, ik weet niet meer waar, dat u schrijft, ik was jarig. Het was 24 oktober 1962... De Cuba-crisis? Ja. Instinctief wist ik dat het goed zou gaan. Ja. Hoe oud was u toen dan? Even kijken. 19. 62. Nee, ik 19. Ja, ik werd 19. Ja. Ja. Ik was net aan de studie toppunt begonnen. Toppunt van de Koude Oorlog. Ja, ik herinner me nog het plaatje in het handelsblad waar ik op geabonneerd was. Met zo'n zin, instinctief wist ik dat het goed zou gaan. Ja, een hele wonderlijke zaak. Dat wist ik natuurlijk helemaal niet. Nee. Maar ik maakte me daar niet bijster druk over. Oh, ik weet wel dat ik een kratje pils had ik besteld en ik had een aantal mensen uitgenodigd om dat op mijn kamer op te komen drinken. En het is eigenlijk geen moment in mij opgekomen dat mogelijkerwijs ook het eind van de wereld zou kunnen. Althans het eind van de beschaafde, rijke westerse wereld zou kunnen worden. En ik moet zeggen, als je de crisis naloopt van dag tot dag, van uur tot uur, ja, dan denk ik toch dat in het algemeen de risico's overdreven worden. Het is eigenlijk vrij opmerkelijk hoe de twee hoofdspelers in die crisis, namelijk Khrushchev en Kennedy, zich bewust waren van het feit dat, ja, doen wij een stap verkeerd, hè, een stap te ver, dan kan het volstrekt fout gaan. En dat zei ik zelf, dat zij beide eigenlijk vrij terughoudend zijn. En evident niet geneigd grote risico's te nemen. Nee, maar als 13-jarige student, wat was het, middelbare scholier? 19-jarige student toen al, of niet?
Ja, ik was net aan de studie begonnen. Net aan de studie begonnen. In september 62 ben ik begonnen. Maar voelde dan zo'n conflict toch als ver weg, als ver buiten je eigen wereld? Ja, ver buiten je eigen wereld, zo zou ik het beschrijven. Ja, het was niet iets wat ik concreet zag als oh jee, nu gaat het mis. Hè, laat ik nog maar een krap nemen, dan kunnen we, mocht het misgaan, kunnen we in ieder geval laveloos kunnen we er een eind aan maken. Nee, dat heb ik helemaal niet gedacht. Hoewel ik zelf jaren gedroomd heb van een nucleaire oorlog. En ja, dat je rondliep en dat je in de verte paddenstoelwolken zag. En dat de krantenkoppen van de Derde Wereldoorlog begonnen. Ja, dat heb ik wel gedroomd. Vooral omdat dat natuurlijk een... Letterlijk gedroomd. Gewoon ja, letterlijk. En vrij met een zekere regelmaat ook nog. En zeer gedetailleerd. Ik ben sowieso een betrekkelijk dramatische dromer, maar het gekke is, die dromen heb ik al jaren niet meer gehad. Dus kennelijk hebben mijn hersenen ook besloten dat de Koude Oorlog voorbij is en de nucleaire risico's in ieder geval minder dan ze waren. Ik denk overigens dat ze nooit zo groot zijn geweest als wij dachten. En dat we nu, ik acht helemaal niet uitgesloten, dat er nog wel eens een kernbom in vijandschap zal worden gebruikt in de komende 100 jaar. Omdat natuurlijk proliferatie zich op grote schaal voordoet en nog verder zal voordoen, vermoed ik. Ja. Maar dus die angst was er vaaglijk wel? Ja, die angst dat voor was, die bom. Er werd natuurlijk ook voortdurend over gepraat, over de mogelijkheid dat dat zou kunnen. En dan had je toch die malle BB met die foldertjes. Hè, dat je dan, mocht je dan die paddenstoelwolk zien aan de horizon, dan moest je met een nat gemaakt vaatdoekje over je hoofd moest je onder je bureau gaan zitten. Ik geloof dat je dan een vrij goede kans had om het te overleven, terwijl, voor zover we iets weten over de nucleaire oorlog, had je het beste maar in de richting van de ontploffen kunnen lopen, want je kon het maar beter niet overleven. Uw doctoraal scriptie, dus toen was u eenmaal aan die geschiedenisstudie, die heeft u geschreven over het revisionisme. Hè? Dat is de opvatting dat Amerika of de VS na die Tweede Wereldoorlog de Sovjet-Unie eigenlijk veel te weinig ruimte heeft gelaten voor die begrijpelijke veiligheidspolitiek. Nou ja, daarmee... Is dat een goede omschrijving? Ja, of niet? Niet helemaal eigenlijk. Kijk, in de eerste 20 jaar van de Koude Oorlog was eigenlijk iedereen in het Westen van mening dat het allemaal de schuld was van de Sovjet-Unie. Er waren ideologische, expansionistische, revolutionaire staten. Als wij ze niet een halt hadden toegeroepen, nou, dan was de hele wereld die was communistisch geworden. Een zeer onwaarschijnlijk scenario, eerlijk gezegd. En ja, toen kwam de Vietnamese interventie en toen is dat hele wereldbeeld gekanteld. En allerlei mensen kwamen plots tot de conclusie dat was, maar die Russen waren schattenbouten en die waren altijd heel voorzichtig en terughoudend geweest. En het was allemaal de schuld van de Verenigde Staten. En in het bijzonder, niet waar, van het expansieve monopoliekapitaal wat de buitenlandse politiek en met name ook de militaire politiek zou sturen. En dat is eigenlijk wat het revisionisme beweerde. Dat Amerika steeds zocht naar nieuwe markten om zijn industrie draaiende te houden. Mm-hmm. Ja, daar heb ik een scriptje over geschreven en ik tot de conclusie kom dat de grootst mogelijke onzin was. Dat ze altijd baat hebben bij het... Ja, dat hele idee. Bij, met die bemoeizucht, zullen we maar zeggen. Dat de Amerikanen de Koude Oorlog zijn gestart om de markt van Bulgarije open te houden. Dat is natuurlijk niet zo'n verschrikkelijk waarschijnlijk scenario. En ja, hoe zijn we aan de Koude Oorlog gekomen? Dat is zo'n reeks van misverstanden. En ook trouwens dat men het over heel specifieke zaken niet eens kon worden. He, wat de Russen wilden met Duitsland, ja, dat was volstrekt strijdig met wat de Amerikanen wilden met Duitsland. Voor beide standpunten valt vanuit hun eigen perspectief wel iets te zeggen. Maar het was niet verenigbaar gewoon. Nee, het was niet verenigbaar. En dat leidt tot een conflict en dat leidt tenslotte tot een doodsimpele oplossing. Namelijk dat er gewoon een lijn getrokken is. In feite de militaire demarcatielijn van 45 dwars door Europa. Het IJzeren Gordijn. En wat was uw opvatting in die doctoraalscriptie uiteindelijk? Nou, dat de revisionisten dat die geen gelijk hadden. Maar ik kwam wel tot de conclusie, als ik het wat, ja, daar is nogal een interessant verhaal aan verbonden, dat ik was bezig een stukje te schrijven over mijn ervaringen als student en met mijn zogenaamde met mijn leermeesters. Ja, waarom zou ik eigenlijk zogenaamd zeggen? Dat zijn mijn reden voor. En toen heb ik eigenlijk een veel te
had ik allemaal opgeschreven. Omdat ik ook in die doctoraalschriftje al een uniek genuanceerd beeld schetste, zoals ik nu in die drie oorlogen heb geprobeerd te schetsen. Maar ik dacht, goh, ik moet het misschien toch eens even controleren. Ik had dat ding niet meer ingekeken sinds ik hem had ingeleverd in 70 of zo, weet ik veel wanneer. En dus ik heb hem onder het stof vandaan gehaald op zolder. Dat ding was gelezen. En ja, het klopt, die revisionisten, daar zag ik niks in. Dat is naar mijn idee echt onzin. Het is een element in Amerikaanse buitenlandse politiek, maar niet meer dan dat, die markten. Maar ik zeg wel dat de Amerikanen door hun wel zeer ruime definitie van wat hun veiligheidsbelangen waren na de Tweede Wereldoorlog een hele wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de Koude Oorlog. En nou ja, dat zou ik nu wel ietsje nuanceren, dat standpunt. Maar ten dele, denk ik, kan dat wel blijven staan. Nuanceren in welke richting? Nou ja, dat het meer in de richting van dat gezien de tegengestelde belangen en gezien natuurlijk ook de ideologische bril van beide kanten een conflict in meerdere of in mindere mate onvermijdelijk was na 1945. Het had minder gekund dan het tenslotte geworden is, maar ja, dat kun je altijd makkelijk besluiten achteraf. Kijk, achteraf, dat is het mooie van historicus worden. Achteraf heb je altijd het grootste gelijk van de wereld. Ja, ja. En hoe was u zelf toen in die enorme links-rechts wereld van die studententijd? Ja, ik kom uit een VVD-familie. Dat heette trouwens, het woord, de VVD, die drie letters werden nimmer genoemd. Mijn ouders stemden oud. Oud, oh ja, naar zo heette dat. Je stemde oud. Dat het ook een partij was, ja. Dat was op zichzelf al een onfatsoenlijke zaak. Omdat je natuurlijk ook moet realiseren dat politiek in de jaren 50 iets totaal anders was dan nu. Daar had je het niet te veel over. Als jij je ouders vroeg wat stemmen jullie eigenlijk, dan ontstond er al zo'n van, nou ja, wat stemmen we eigenlijk? Daar hebben we het liever niet over. Alsof je het over het seksueel verkeer van je ouders had. Zo, dat was een beetje het gevoel van die jaren. Maar goed, mijn ouders waren denk ik wat je tegenwoordig links-liberaal zou noemen. Die zijn overigens in de loop van de jaren 60 ook volledig op drift geraakt, politiek gesproken dan. En ik ben in 62 aangekomen. Er waren 63 parlementsverkiezingen in Nederland. Toen was ik nog erg te spreken over de winst van Toxopeus. Dus ik had mijn tournuren nog niet gemaakt. Maar in de jaren daarna ben ik eigenlijk weggedreven van die VVD in de richting van de Partij van de Arbeid. En daar ben ik lid van geworden in, nou, 69 of zo, ergens eind jaren 60, misschien zelfs wel in 70, ik weet het niet precies meer. Ja, ze hebben me ook helemaal geen zwaar verzilverd lepeltje gestuurd toen ik 30 jaar lid was of zo, waar ik natuurlijk eigenlijk min of meer op gerekend had. Dat mag nog wel eens gestuurd worden wat mij betreft. Want je bent nog altijd lid. Ja, ik ben nog altijd lid, ja. Ja, dan kun je zien hoe ongelooflijk conservatief ik eigenlijk ben. Ik was toen, zelfs nieuw links vond ik eigenlijk, ik vond bijvoorbeeld dat boekje De Meeste Mensen Willen Meer, ik vond dat een slap gelul, zeg. Dat vond ik echt helemaal niks. Maar ja, de sociaaldemocratie in de algemene zin, daar zag ik wel wat in. En het is nooit veranderd. Dus ik heb tot mijn verbazing eigenlijk mijn kennissen nog enorm zien verlinksen in de jaren daarna. En ik vond dat je op de CPN moest stemmen. Ik heb dat altijd. Hoe je in Nederland op de CPN kon stemmen, dan moet je wel een politiek een volstrekte totale onbenul zijn. Ik heb er geen andere woorden voor. Maar u zag de sociaaldemocratie meer eigenlijk als een nette middenbeweging? Ja, die zag ik eigenlijk als links-liberaal en sociaal verantwoordelijk. En ik hoop dat ze dat. En ik vind ook dat ze dat deels nog steeds zijn. Ja, ja. En dat was voor mij de reden om. Ik vond de VVD toch zeker in de late jaren 60, in de loop van de jaren 70, vooral natuurlijk toen dat Wiegeliaanse populisme begon. Daar zag ik eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel in. En dat is natuurlijk, ja, de tragiek van de VVD is niet wezenlijk veranderd. Dat is een partij die bestaat gedeeltelijk uit echt liberale mensen en gedeeltelijk uit provinciale conservatieven. En ja, die spagaat is min of meer onoplosbaar. Bent u nou eigenlijk een heel politiek geïnteresseerd iemand? Ja, ik geloof dat je dat wel kunt zeggen. Ja, gewoon die politiek, het leuk vindt, ja, om. Nou, meer dan leuk. Ik bedoel, het is een zaak die van eminent belang is. En de ontwikkeling in de Nederlandse politiek van de afgelopen decennium, die stemmen je bepaald niet erg vreugdevol. En dat is dus echte, diepe
betrokkenheid en interesse die u daarvoor heeft. Ja, zo. Ik voel het wel als iets wat mijn enorme interesse heeft, ja. In het algemeen, het functioneren van de democratie vind ik een zaak van het allergrootste belang. En er zijn allerlei redenen om bezorgd te zijn over het functioneren van de democratie. Niet trouwens speciaal in Nederland, omdat de problemen die zich in Nederland voordoen, en dat is natuurlijk democratie en televisie is een probleem, en populisme is een probleem. Dat zijn problemen die zich in alle vergelijkbare landen voordoen. Ook in de Scandinavische landen, heel West-Europa, zie je eigenlijk dit soort van dingen. Maar trouwens ook in de Verenigde Staten. We gaan heel even een slokje nemen. We moeten er even uit en zo weer terug. Steeds zijn er twee geschiedenissen. De geschiedenis die je zelf leeft en die je vanzelfsprekend en reflectieloos uitlevert aan je eigen tijd. En de geschiedenis die later wordt geschreven. Wat mij achteraf irriteert is dat ik steeds de dominante ideeën van de tijd voor zoete koek heb geslikt. Dit is een citaat uit, ik geloof, een van de stukken uit De Wereld volgens Maarten van Rossum. U zegt daar eigenlijk mee dat je, zonder dat je het weet, enorm product van je tijd bent. Ja, ik vond dat eigenlijk een beetje teleurstellend als je dat achteraf realiseert. Want ja, we hebben het er net gehad over de jaren 60, waarin ik wat linkser ben geworden. Iedereen natuurlijk wat linkser is geworden. En ja, had je zo'n heel linkser universum wat je in de jaren 70 met je meedroeg. Ik herinner mij ook dat de eerste stuk in de krant verschenen, dat er misbruik werd gemaakt van sociale voorzieningen. En dat ik dacht van, dat is allemaal onzin. Telegraafpraatjes, dat kan niet zo wezen. Hè. Mensen zijn door en door fatsoenlijk en eerlijk. Die doen dat vast niet, maar ze deden het wel degelijk wel. Hè. Ja, dat je dan eigenlijk ook de gevangene blijkt van een heel specifiek politiek vooroordeel. Terwijl je op dat moment zelf denkt dat je juist heel onafhankelijk en kritisch aan het denken bent. Ja, dat denk je. En nou ja, toen kwamen de jaren 80 natuurlijk, waar sowieso natuurlijk de hele ideologische perspectief gekanteld is, in de zin dat we aan een soort van neoliberale fase zijn begonnen. Waarvan ik toch ook dacht na enige tijd een beetje tegengestribbeld te hebben, maar toch niet al te veel. Dacht ik van ja, nee, want dat is inderdaad belangrijk. Dat moet gedaan worden. En de marktwerking, daar kunnen we niet aan ontsnappen enzovoort. In feite steken we nog steeds in die fase. Al is mijn indruk dat het neoliberalisme wel eens een beetje aan het eind van zijn Latijn geraakt is. En er is eigenlijk nog niet een enigszins samenhangend ideologisch nieuw perspectief is er bij mijn weten niet ontwikkeld. Nee. En wanneer kwam u daarachter dat u eigenlijk zo helemaal in tune met de tijd altijd eigenlijk in de afgelopen 10 jaar terug, blikkend op wat je zelf dacht en deed. Ik zelf zou iedereen willen aanbevelen, probeer toch steeds een zekere afstand van je eigen tijd te houden, of van de vooroordelen die specifiek zijn voor je eigen tijd. En of die nou links zijn of rechts zijn, dat doet er niet zo verschrikkelijk veel toe. Maar eigenlijk blijkt toch wel erg vaak 10 jaar later dat de mensen het totaal bij het verkeerde eind hebben gehad. Maar dan ook totaal. En ja, dat ze de meest lachwekkende ideeën hebben gekoesterd, waarvan iedereen eigenlijk op zijn blote poot al had kunnen aanvoelen dat het niet erg deugde. Ja, dus uw tip is inderdaad, dat is ook letterlijk in dat stuk dan de oplossing eigenlijk voor dit dilemma. Je moet afstand nemen van de waan van de dag. Ja. Steeds vaker heb ik het gevoel dat vrijwel de hele wereld krankzinnig is geworden. U bent natuurlijk die vlees geworden afstandnemer geworden als imago of als beeld. Ja, ik probeer toch vaak, ik denk van nou ja, dat zegt nou iedereen, maar zou dat nou ook zo zijn? Klopt dat ook wel? Ja. Is dat in overeenstemming met de empirie? Nou, vaak blijkt dat totaal niet het geval te zijn. We kunnen daar straks, zo we willen, een hele reeks van voorbeelden van geven. Er zit natuurlijk ook nog een ander element in, wat ik geloof ook wel opgeschreven heb. Ja, ik word een jaartje ouder. En naarmate een mens ouder wordt, leeft hij in toenemende mate in een wereld die niet de zijne is, waarin hij niet gesocialiseerd is. Want je bent gesocialiseerd, nou ja, ergens tussen 0 en 25. Dus dat was bij mij klaar in 68 eigenlijk. En sinds die tijd is de wereld grondig veranderd. En ja, je hebt wel moeite natuurlijk om dat in alle opzichten om dat bij te houden. Of om niet zo'n oude moppenpot te worden. He, je hebt in dat programma, hoe heet het ook weer, voor de kinderen, had je die twee oude lui die over dat randje van dat balkon zitten. Ja, de Muppet Show. Ja, die twee. Precies, die oude Muppet. Grumpy Old Man, ja.
erg geestig op zichzelf, ja. Overigens. Maar je moet wel oppassen dat je... Nou ja, het is... Hoe doe je dat? Hoe neem je afstand van de waan van de dag? Nou, ik moet zeggen, meestal gaat het volstrekt instinctief. Dat ik denk van, nou ja, dan denk ik dus... Nou ja, iedereen is echt stapelkrankzinnig geworden. De dood van Dari. Dat ik je denk van, wat zullen we nou toch beleven? Hè? Dat deze zonderlinge kruising tussen Einstein en moeder Teresa, deze grootste vrouw van de eeuw, dit symbool van het verlies van het... Nou, ik weet niet wat voor onzin ik daarover niet in de krant heb gelezen. En die honderden tonnen gladiolen die daar tegen het hek van Kensington Palace werden opgestapeld. En de onbeschrijfelijke kletskoek die over ons werd uitgestort. Ja, dan denk je toch, wat zou het aan mij liggen? En dan denk ik toch in dit geval, ja, de mensheid is stapelkrankzinnig. En dat is en dan denkt u niet, ja, dit ligt misschien wel aan mij, dat ik iets mis nu, of van een bepaalde blik naar dingen kijken, of inderdaad die enorme rare emotionaliteit en lichtelijk hysterische dingen die de maatschappij ingekomen zijn. Ik denk dat veroorzaakt wordt. Zo is helemaal niet nieuw. Je bent altijd geneigd om te denken dat alles nieuw is, maar dat blijkt ook eigenlijk heel anders te zijn dan veel mensen denken. Hysterie heeft natuurlijk ook, neem het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Een continent wat in de greep raakt van oorlogshysterie. Een ander woord kun je er bepaald niet voor geven. En daarover bovendien de raarste ideeën koesterde. Dus nieuw is het niet, maar het is wel zo dat het denk ik aangescherpt en versneld wordt door laten we zeggen, de interactie tussen de televisiekijker en het belangrijkste medium wat wij kennen, de televisie. Omdat de televisie ook een zeer competitief medium geworden. We hadden vroeger Nederland 1 en toen had je een tijd Nederland 2. En dat was het dan zo'n beetje. En met je een hele dure antenne op je dak zette, kon je ook Duitsland ontvangen. Maar dat was toch eigenlijk al vrij uitzonderlijk. Ja, nu heb je dan weet ik hoeveel van die zenders. En die moeten met elkaar concurreren voor de kostbare kijkers. Behalve dan de VPRO, die natuurlijk vindt dat hoe minder kijkers er zijn, hoe beter het programma is. Hè. Dat is een precies omgekeerde redenering. Meneer Van Rossum, die tijd ligt ver achter ons. Jammer genoeg, ja. Jammer genoeg moet je in dit geval zeggen. Okay. Ja, en dus de makers hebben de neiging om de zaken natuurlijk, ja, if it bleeds, it leads. Hè. Maak het dramatisch, zet het aan, maak het erger dan het eigenlijk is. Het is mij nooit helemaal duidelijk of ze zelf geloven in de onbeschrijfelijke kletskoek die ze uitkramen. Gedeeltelijk denk ik is dat wel zo. Of dat ze echt achter de schermen zijn. Jongens, denken we gaan daar keihard tegenaan. En dit is voor de kijkcijfers is dit bonanza. Hè? Lady Di is dood. O.J. Simpson. De dood van Theo van Gogh. Nou ja, je kunt je allerlei voorbeelden. De dood van Prins Bernhard. Het is vaak de dood van beroemde personen. Dus het wordt eigenlijk ook veel makkelijker om die rol te hebben in het openbaar. De rol van degene die een beetje afstand neemt van die... Ja, het is natuurlijk gedeeltelijk ook vrij dankbaar, omdat je dan altijd achteraf natuurlijk een beetje brommerig kunt zeggen. Zie je wel, ik heb het altijd al gezegd dat het zo is. Maar in sommige gevallen is het denk ik ook, het klinkt afschuwelijk. En misschien moeten we dit tussen haakjes zetten, maar... Denk je, ja, hadden de mensen nou maar iets beter nagedacht? Ik bedoel, de door de Amerikanen gestarte oorlog tegen het terrorisme is toch werkelijk een van de meest zonderlinge, kapitale mislukkingen die in de afgelopen jaren georganiseerd zijn, waarvan de kosten nu al $1000 miljard zijn en bovendien in feite de resultaten volledig contraproductief. Het heeft het terrorisme alleen in hoge mate bevorderd. En als deze lui eens wat beter hadden nagedacht en nou ja... Het is wel duidelijk dat ze niet naar de Nederlandse tv kijken. Dus daar maak ik me verder geen illusies over. Maar ook andere deskundigen... Maar wat heeft u daar zelf op dat gebied meegemaakt? Want het feit dat u ook daarin dat vanaf het begin van 9/11 zo'n rol hebt gehad van we nemen een beetje afstand van de waan van de dag en we beschouwen het met een licht soort nuchterheid en we maken er ook nog eens een ironische grap over. Nou, ik heb er volgens mij eigenlijk betrekkelijk weinig grappen over gemaakt. Ik heb alleen op het moment supreme gezegd dat, waarop mij werd gezegd in de studio, meneer Van Rossum, de Derde Wereldoorlog is begonnen. En wat vindt u daarvan? Ik zei, nou, de Derde Wereldoorlog is helemaal niet begonnen. Dus daar vind ik als zodanig eigenlijk niks van. He, dat is onzin. En het is zaak dat je een ander perspectief kiest, want dat idee van de Derde Wereldoorlog, dat leidt je op een weg die alleen maar tot ellende kan leiden. Zoals we gemerkt hebben, want de Amerikanen hebben dus een... Ja, oorlog, dat moeten we... Maar was dat ook een dankbare rol? Wil ik het niet noemen, maar...
Op dat moment? Nou, dat was toen niet zo dankbaar natuurlijk. Om meerdere redenen. Ten eerste, ja, e-mail is een zeer laagdrempelig medium, zoals wij weten. En ik werd met name de eerste week na dat moment gebombardeerd met hate mail. En van ja, dat ik een afschuwelijke man was. En dat ik me nooit meer op tv mocht vertellen. En bovendien de chef actueel van de NOS. Ja, ik ben zijn naam vergeten. Ik heb hem nog wel boos opgebeld, maar ik ben zijn naam vergeten. Dat zo'n Scandinavische naam had hij. Die zei van ja, nee, die Verossum, dat moeten we nou maar eens een tijdje niet doen. Want dat bevalt ons niet. Ja, eigenlijk om de bekende redenen. Dat relativering op zulke momenten. Nee, als je niet meeging in die poppenkast. Ik herinner mij een radio-uitzending. Denk maar het heeft niet heel lang geduurd, hè? Of wel? Nee, want dat is heel wonderlijk. Na een paar dagen, een kleine week, deed zich een hele zonderlinge kentering voor, waarop eigenlijk die hate mail stopte. Waarschijnlijk omdat ik gewoon van het scherm verdwenen was vanwege de NOS. En toen kreeg ik mail van, goh, misschien heeft u wel gelijk. En godzijdank dat er sommige mensen geruststellende dingen zeggen. En ik heb nog een echtpaar met een bloemetje aan de deur gehad. Die zo, nou ja, dat ik echt dacht, want dit is een hele opmerkelijke. Dit is eigenlijk een hele opmerkelijke ontwikkeling. Ja. Maar ik vond de manier waarop de media zich... Maar hoe is dat doorgegaan in al die jaren daarna tot nu toe? Heeft u het idee dat u toch... ik bedoel, bent u meer of minder gewaardeerd in die rol als dat afstandnemerige relativeren? Mijn indruk is dat, als ik zelf niet met bij herhaling zei dat ik toch maar gelijk heb gehad achteraf... Dat eigenlijk in principe niet of nauwelijks een rol speelt. Het aantal mensen wat achteraf na enige tijd hebben geschreven van goh, die Verossum, die heeft toch wel gelijk gehad. De enige waarvan ik dat concreet weet, waarbij ik het zelf gelezen heb, is Frits Abrahams in zijn rubriek op de achterkant van NRC Handelsblad. En voor de rest ben ik eigenlijk het meest gefrappeerd natuurlijk door het feit dat al die deskundigen die het jarenlang totaal structureel bij het verkeerde eind hebben gehad. Dat begon al met de war on terrorism en vervolgens die malotige oorlog tegen Irak en de massavernietigingswapens en wat voor drama's hebben we al niet beleefd. Dat die nooit hebben uitgelegd waarom ze het totaal bij het verkeerde eind hebben gehad. Nooit hebben gezegd, god sorry, misschien hebben we dat wat verkeerd gedaan. En ja, dat werpt toch wel een enigszins eigenaardig licht op hun deskundigheid. Want dan nu komt in feite het springende punt. Namelijk dat ze heel goed hadden kunnen weten, als ze zich goed hadden georiënteerd en wat breder hadden gelezen, dat ze belogen werden. Dat de wereld belogen werd en dat wij ook belogen werden. Wist u dat toen? Ja, dat wist ik toen. Op basis van wat? Ja, op basis van informatie op het internet. Als je daar een beetje verdiepte in die zaak, of het nu de aluminiumbuizen waren, of die vrachtauto's waar dan zogenaamd de gifgas werd gemaakt, dat waren allemaal dingen waarop je op het internet, waarover je op het internet kon lezen dat niet klopte. Dat die onderzoeksrapporten, in het algemeen men de deskundigen van mening waren dat simpelweg onjuist was. Er waren trouwens ook, niet op de voorpagina, en dat is een beetje een... De New York Times en de Washington Post, als je naar de voorpagina's kijkt, zijn volledig meegegaan met de oorlogshistorie. Maar op de binnenpagina's stond meer kritiek. En er is natuurlijk met name de Knight Ridder kranten, die overigens niet meer bestaan. Knight Ridder is overgegaan naar een ander krantenconcern. Maar de Knight Ridder kranten die hebben zeer kritisch en achteraf gezien volkomen juist gerapporteerd over wat er gebeurde. Zodanig dat ik nog eens een enorm geestig stuk las. Dat ging over de CIA en hoe de CIA had gefaald. Zou het niet verstandig zijn dat toen die Knight Ridder kranten te koop stonden, dat ze door de Amerikaanse overheid gekocht worden? Aangezien die journalisten van het Knight Ridder concern de zaak heel wat scherper hadden gezien dan de CIA de zaak had gezien. Overigens, ook uit de CIA werd ook toen al gelekt uit de lagere niveaus van wat wij aanleveren aan informatie wordt gemanipuleerd. Dat wordt erger gemaakt dan het in werkelijkheid is. Dus ja, je kon het heel goed weten. Ja. Maar een feit is dat met name de media in de algemene zin volledig, jarenlang volledig op sleeptouw zijn genomen door de schandelijke, leugenachtige oorlogspropaganda van de Amerikaanse regering. En dat geldt natuurlijk ook voor de Nederlandse regering, die daar ook mee is gegaan. Maar als u nou op zo'n moment gevraagd wordt, een commentaar te leveren en dit en dat, is het dan, ik bedoel, reageert u dan altijd vanuit kennis?
Altijd omdat u weet gewoon, nou, ik heb iets gelezen en ik weet gewoon dat het niet klopt. Of ook wel eens gewoon vanuit een soort onderbuikgevoel van, ik heb het gevoel dat iedereen nu elkaar een beetje te veel na zit. Ja, in allereerste instantie reageerde ik volstrekt instinctmatig. Omdat ik, toen ik de studio binnenkwam, het was de dag na 9-11. Ja, ik dacht van, hier is iedereen boven zijn theewater. Hier heerst geen normale kritische analytische sfeer. Wat toch de taak van de media dient te zijn. Mm-hmm. Maar ja, hier heerst een hysterie. Ik heb er geen ander woord voor. En ja, toen kwam dus die derde wereldoorlog. En toen dacht ik, grote god, nog aan toe. Ja. Toen zei ik dus dat het allemaal wel meeviel, de derde wereldoorlog. En toen zei ook de presentator, zei van, nou, meneer Van Rossum, wij zijn dol op relativeren, maar dit gaat ons toch wel wat ver. Dat is eigenlijk een citaat wat ik in de afgelopen 6 jaar wel 4, 5 keer heb gehoord van, hè, van nee, iedereen is gek op relativeren. Leuk, relativeren. Hè? Maar niet behalve wanneer we op sleeptouw worden genomen door Amerikaanse oorlogspropaganda, kennelijk. Ja. U citeert ergens de historicus Kosman. En die zegt, je kunt als historicus in feite alleen nog maar ironisch zijn. Echter, daarmee tast je alles onherstelbaar aan. Ja, de ironie, dat is een ontzaggelijk probleem. Ik ben van mezelf enorm ironisch. Dat zit als het ware in mijn brein ingebouwd, om het maar even zo te zeggen. Maar tegelijkertijd is die ironie natuurlijk ook een soort vluchtroute. Hè. Je kunt je overal van afmaken. Het is een distancer, zoals dat in het Engels zo treffend wordt geformuleerd. En ik denk wel dat je moet weten waar de ironie ophoudt. Of dat er dingen zijn die misschien uiteindelijk niet in aanmerking komen voor ironie. Of dat je toch op zijn minst ook een perspectief moet hebben waarin de ironie geen prominente rol speelt, ja. Ja, ik zie dat zelf wel als een beetje als een. Kijk, in het algemeen is het zo dat je beste eigenschappen zijn vrijwel altijd ook je slechtste eigenschappen. En dat geldt voor mij ook. En ja, ik ben enorm geneigd om flauwe grappen te maken, waar ik dan zelf enorm geestig vind, zou ik maar zeggen. En ja, daar moet je voorzichtig mee zijn. En heel veel andere mensen ook geestig vinden. Jawel, maar dat heeft ook grenzen. Dat is zonneklaar. Ik maak ook wel grappen van de achteraf. Ik denk, tja, dat had ik nou beter niet kunnen doen. Ja? Ja, dat komt wel voor, ja. In wat voor omstandigheden? In de kleine kring? In kleine kring, maar ook wel op college heb ik ook wel dingen gezegd. Waarvan ik achteraf dacht, ik ben blij dat dat niet op die cd's van de Home Academy terecht is gekomen. Ja, ja, ja. Ja, maar die ironie heeft dus toch altijd weer te maken met waar we het net eerder over hadden. Dat je, als je terugkijkt op je eigen leven, dat je schrikt hoe vaak je eigenlijk. Ja, zeker. Je gevangene van eigen gevangen tijd. Gevangen je van je eigen tijd zonder bent. Zonder enige twijfel, en ja. En dat je gewoon afstand moet nemen. En die afstand is ook een soort ironie. Het is op zichzelf overigens natuurlijk onmogelijk om werkelijk te ontsnappen aan je eigen tijd. Maar je kunt wel proberen om iets afstandelijker en analytischer tegen bepaalde zaken aan te kijken. Ja. Dat is ik vind wel dat je, althans, dat hoeven voor mij helemaal niet alle Nederlanders voortdurend te gaan zitten doen nu thuis. Die zullen ook waarschijnlijk niet allemaal naar deze uitzending luisteren, maar ik vind als je als deskundige of als historicus is het wel een beetje je taak om het wel te doen, lijkt mij. En bovendien heb je als historicus althans een zekere kennis van een immens verleden. Dat gaat grotendeels verloren, maar een zekere kennis. En ik heb vaak genoeg gezegd bij uitzendingen waarin dan een bekende voorgesprek wordt gevoerd, wat ik overigens alle media mensen zou willen ontraden, het voorgesprek, want dat slaat de boel dood en kun je beter helemaal niet doen. Maar goed, het voorgesprek en dan zei ik vaak van, ja, kijk, jullie doen nou net of dit de eerste keer is dit dat het ooit gebeurt, maar dit is 10 jaar geleden gebeurd, en 20. En dan zijn er mensen, oh ja, is dat, oh ja, nee, maar. Hmm. Alsof het verleden er niet is. En dat is, vind ik, ook een beetje, de journalistiek heeft een beetje de neiging om de wereld en het wiel elke week opnieuw uit te vinden. Ja. Dat is en uw studenten ook, hè, hoorde ik in een van die hoorcolleges. Oh, zei ik dat? Ja, tegen die studenten zeiden ze dat die studenten dat ook maar weer uitvinden. Volgens het jaaroverzicht van het NOS-journaal was het afgelopen jaar, waren wij vooral bezig met de identiteit van Nederland. Hè, met wie zijn we eigenlijk? En hadden ze al die dingen nog weer eens fijn op een rijtje gezet. Natuurlijk met Maxima vooral. Nu heeft u al een aantal jaar geleden zelf
ik geloof ook in datzelfde boek De Wereld volgens Maarten van Rossum, daar een stuk over geschreven, waarbij u eigenlijk in eerste instantie heel duidelijk zegt wat u eigenlijk wel heel Nederlands vindt. Namelijk de oudste traditie, de pragmatisch burgerlijke traditie. De traditie van de liberale stedelijke elites. Dat eigenlijk een heel sterke traditie in Nederland is. Waarvan je wel degelijk kan zeggen van dat is iets van onze identiteit. Ja, maar niet meer dan een onderdeel. Nee. En dat zeg ik daar ook. En dan leg ik uit dat er allerlei andere identiteiten ook zijn in de Nederlandse geschiedenis die te bespeuren vallen. Want ja, die pragmatisch burgerlijke traditie, dan heb je het in feite toch over de regenten van de grote steden in het Westen. De handelssteden, laten we zeggen, de kern van de republiek. En de commerciële activiteiten van die republiek. En heb je het bijvoorbeeld al niet over de burgerij in kleinere steden in het midden en oosten van het land, die vaak juist enorm gereformeerd was en heel weinig tolerant en ja, alle bekende trekken van de gereformeerden vertoonde. En dan heb je natuurlijk nog... Nou ja, u benadrukt dat wellicht omdat we natuurlijk altijd als alleen maar calvinistisch worden gezien. En u zegt dat is een ingrijpende misvatting om Nederland als een calvinistische natie. Als je zegt een protestantse natie, nou ja, dan zeg ik allee. Laten we dat maar doen. Maar calvinistisch, nee. De gereformeerden zijn nooit meer geweest dan 15-20% van de bevolking. Ook al was dat zogenaamd het officiële geloof. Andere geloven werden trouwens getolereerd. Mits een beetje betaald werd, maar ze werden getolereerd. Nee, er is natuurlijk ook een Rooms-Katholieke traditie. Er is een traditie van de geëmancipeerde arbeiders. Er is de gereformeerde traditie. En bovendien, als je het al over die tradities hebt, moet je je wel realiseren hoe sterk die verschillende tradities in de loop der eeuwen aan verandering onderhevig zijn geweest. Want de Amsterdamse regenten van 1652, dat zijn weer heel andere mensen dan de Amsterdamse regenten van dit moment. Ja. En kijk eens hoe bijvoorbeeld de hele plaats van de Rooms-Katholieken in Nederland grondig veranderd is in de afgelopen halve eeuw. Dus ik kan eigenlijk alleen maar iets zeggen over tradities die we wel degelijk mee deze natie hebben gevormd, maar die niet uiteindelijk een identiteit opleveren. Nee, er is in ieder geval niet een vaste Nederlandse identiteit, hoe graag de heer Wilders dat ook had. Het is bovendien al hoogst zonderling dat iemand uit Venlo met dit idee komt, aangezien Limburg Venlo natuurlijk... Venlo ligt ook in Nederland. Nou ja, het ligt in Nederland, maar de Limburgers die claimen al, weet ik, sinds 1830 dat ze er niet echt bij horen en dat ze toch heel anders zijn. En de commissaris van de koningin heet daar gouverneur en... Ja. De lokale bevolking is ook niet te verstaan als ze niet worden ondertiteld in het programma van gewest tot gewest, wat ik geloof niet meer bestaat. Jammer genoeg. Ernstig verlies. De identiteit van een typische Nederlander, dat blijft dus dat enorme ingewikkelde gesprek wat alle kanten altijd me opgaat. U zegt in datzelfde artikel, het enige wat je eigenlijk van jezelf kan zeggen, wat maak je nou als de mens... Het typische van jezelf is eigenlijk je eigen familiegeschiedenis. Ja, en het geval van Nederland is natuurlijk... Er zijn een aantal dingen die Nederlanders delen. Dat is zonneklaar. En dat is dat zij Nederlands spreken. Dat is overigens het Nederlands wat in Den Helder wordt gesproken... is heel anders dan het Nederlands wat elders in Nederland wordt gesproken. Dus daar moet je ook nog... Hè, er zijn al grote verschillen tussen. Maar we hebben allemaal hetzelfde lage onderwijs genoten. We hebben globaal de nu levende zo'n beetje dezelfde geschiedenis gedeeld. Dat varieert met de generaties, maar goed... Maar dat is dan ook het kleinste gemene veelvoud. En al die andere dingen zijn anders. Want wat ik niet wilde in dat stuk, wat eerst een klein boekje was... maar nu als essay dat in die bundel is opgenomen... wat ik niet wilde was zo gemakzuchtig, ironiserend Nederland weggooien... alsof ik wereldburger ben of dat soort van dingen. Want dat is helemaal niet zo. Maar ik wilde me ook niet encanailleren met dat nieuwe... gezeur over onze identiteit, waarbij identiteit natuurlijk gewoon een codewoord is voor uitsluiting en discriminatie. Namelijk, er zijn, dat hadden we gepraat over identiteit van Wilders, dat betekent dat sommige mensen die identiteit niet hebben en die moeten maar weg of die moeten behandeld worden, of weet ik wat ermee moet gebeuren. Dat vind ik een heel droevig en betreurenswaardig dat zo gelopen is. Maar is dat ook het identiteitsbegrip van Paul Scheffer?
Nou, ik vind dat Scheffer op dit punt bepaald niet opereert zoals ik graag zou zien dat een verstandige Amsterdamse intellectueel zou opereren. Ja, ik denk dat Scheffer een gevangene is geworden van een soort van neoconservatieve boodschap waar hij eigenlijk niet meer aan ontsnappen kan. En vandaar dat hij misschien uit vage schuldgevoelens een enorm dik boek heeft geschreven om dat nog eens te rechtvaardigen allemaal. Nee, ik vind niet. Want hij was ook heel kritisch over Maxima. Ja, God, Maxima had het grootste gelijk van de wereld. Nou, als ik dat zeg, ik moet niks van het koninklijk huis hebben, dan moet het wel waar zijn, toch, zou ik zeggen. Ja. En ook de manier waarop over Maxima heen is, dat is toch van een droevigheid. Daar zit er toch een wonderlijk soort van agressieve ressentiment achter, waar je toch wel lichtelijk verbaasd over bent. Ja. Maar een vaste Nederlandse identiteit is er niet. Maar ik wilde ook niet gemakzuchtig afstand nemen van het vaderland in de zin dat ik ben enorm gesteld op de taal. Ik zou nooit willen emigreren, omdat ik dan, ja, moet je een andere taal gaan spreken. Wij worden toch al, zijn genoodzaakt, weet ik veel hoeveel, enorm hoeveel de colleges in het Engels te geven. Daar zou Wilders wat betreft de identiteit zich eens over op moeten winden. Als ik trouwens een tip heb voor luisterende allochtonen, leer geen Nederlands, leer Engels. Sla het Nederlands over. Want niks willen Nederlanders liever dan laten merken hoe belazerd hun Engels eigenlijk is. Dat vinden ze het allerfijnste, om Engels te spreken. Ook als er niet de geringste noodzaak is om zulks te doen. Maar goed, dit tussen haakjes. Nee, ik ben zeer gesteld op de taal, op het klimaat. Ik heb er ook een stukje over geschreven. We hebben het mooiste klimaat ter wereld, ondanks al die klachten. Dan komt dat mensen nooit in andere klimaten zijn geweest. Afschuwelijke klimaten waar nooit een wolkje aan de hemel staat en zo. Afschuwelijk werkt. Nooit motregen, nooit wind. Je wordt er doodzenuwachtig. Ik werd al na een week Los Angeles al doodzenuwachtig van het weer. Je denkt, van, kan het niet eens een beetje waaien? Fijn. En een prachtig landschap. Ik ben enorm gesteld op het Nederlandse landschap. Maar we krijgen wel een ander klimaat. We krijgen nu een ander klimaat, maar dat gaat vrij lang duren. Hmm. Ja, als je kijkt naar de temperatuurstijging over de pak een beetje de laatste 30 jaar, dan zit je toch in de orde van een iets boven de 1 graad gemiddeld. Daar merkt een individu eigenlijk vrijwel niets van. Ja, er is wel eens een maandje wat warm uitvalt, maar eigenlijk merk je daar weinig van. Ik moet zeggen dat ik bij die koude dagen een paar dagen geleden al dacht van, kan die opwarming niet eens wat sneller, wat rapper doorzetten. En dat landschap, is dat dan een liefde om er doorheen te rijden? Of er naar nou, te rijden kijken? Niet eigenlijk, want of rijden lopen? Is rijden is niet, ja, zelfs fietsen. Ik vind fietsen altijd een beetje eng. Je moet enorm opletten en zo, dus ik ben eigenlijk een wandelaar. En ja. Ik ben opgegroeid natuurlijk in Wageningen, in het Nederlandse rivierenlandschap. Wat deels al grondig verpest is, maar nog niet helemaal. Ik zou Nederland op willen roepen om de verpesting te stoppen en wellicht misschien zelfs gedeeltelijk terug te draaien. Men, ja, ik hoop, de Nederlandse bevolking gaat ook krimpen in de loop van deze eeuw. Ik ga dat allemaal helemaal niet meer meemaken, maar wie weet krimpt die weer tot een zodanige omvang. Dat gedeeltelijk het landschap van weleer hersteld zou kunnen. Ja, dit is allemaal natuurlijk een beetje reactionair, nostalgische praat. Ik denk hier aan het Nederlandse landschap zoals het weer wordt gegeven in de verkade albums van de tweede helft van de jaren 30. Nou, hoeveel inwoners hadden we toen? 8 miljoen in Nederland. Dat is ook iets wat veel mensen helemaal niet weten. In 1945 had Nederland 9 miljoen inwoners, België 10. Vandaag de dag heeft België 10 miljoen inwoners. Net dezelfde als in 1945. En wij hebben er 7 miljoen bij. En dat zijn niet allochtonen. Maar dat hebben wij er zelf bij gefokt. Hè? Ja. Dat is gevolg van de babyboom. Van 46 tot eind jaren 60 hadden wij het nataliteitspatroon van een derde wereldland. En waarom deden de Belgen dat eigenlijk niet? Ja, dat is een interessante vraag. Want iedereen zegt altijd van dat deden we omdat dat optimisme er was. Die opbouw, we wilden. Ja, die babyboom zie je ook niet. Die zie je in sommige landen wel, in andere landen veel minder. Wat had België niet? Ik denk dat België veel minder. Ten eerste denk ik dat de werkende vrouw daar al prominenter was dan in Nederland. Dat was in Nederland eigenlijk vrijwel volledig afwezig. Ik denk dat de competitie tussen Calvinisten en katholieken geen rol speelde in België, omdat die competitie daar vanzelfsprekend en niet is. Maar het zou interessant zijn om dat nog eens een keer analytisch goed te bekijken hoe het komt dat de Belgen op hetzelfde niveau zijn gebleven en dat wij er 7 miljoen bij hebben gemaakt. Ja. In natuurlijk een bar klein land, laten we wel wezen. Ja. Overigens,
dat zeg ik nou, maar god, als je bij Meppel met de trein het station verlaat en na 10 minuten je hoofd opheft van de krant en naar buiten kijkt, dat je denkt van grote god, we zijn op weg naar Vladivostok. Hè? Goed. Geen typische Nederlander zijn, maar wel een typische Van Rossum. Als we daar eens even in mogen, in die persoonlijke biografie. U schrijft erover, het was een ruimdenkend milieu. Typisch Holland, we hebben het er al even over gehad. Dus typisch Holland eigenlijk in buitenlandse blik. Hè, want al die buitenlanders ja, die Holland beschreven, was dat weer wel. Uw voorvaderen zaten in de tabak. En er was ook nog een verdwaalde dominee, hè? Nou ja, eerst hebben ze hun geld verdiend in de tabakshandel. Hè. Ja. Je had nog tot in de jaren 50 Van Rossums troost. Ik geloof dat de laatste directeur was een neef van mijn opa of zo. En het bedrijf is verdwenen. Ik heb me altijd voorgenomen om eens te kijken hoe dat nou kwam. En waar het naartoe is gegaan. Maar ziet weet er ik nog niet. Wel eens zo'n heel mooi oud reclamebord van. Ja, met die man van. Met die, ja, die je dan ja. in zo'n schandpaal geketend is. En die dan een trekje van de pijp krijgt van een welgedane Hollandse burger. Ja. Dat zie je nog wel eens, dat reclamebord. Ja. En ja, toen daar werd goed geld verdiend bij mijn weten. En ja, dan had je ook de ruimte om een gedeelte van de jeugd tot dominee op te leiden. Wat natuurlijk in de 19e eeuw nog een zeer prominent en eerzaam en beroep was. Mijn overgrootvader was dominee, maar die is van het geloof gevallen. Dus je had, hij zelf al? Ja, hij zelf al. Je had in de late 19e eeuw begon die, startte die bijbelkritiek. En ja, dat vond hij zodanig overtuigend ik dacht, ik geloof er helemaal niks meer van. Dat gebeurde trouwens met veel dominees, omdat ze dat dachten. Maar als je er voor je inkomen van afhankelijk was, moest je door. He, dus dan moest je elke zondag preken, terwijl je er geen reet meer van geloofde. En mijn opa was getrouwd met een vermogende vrouw, dus die is er gewoon weer opgehouden. En die heeft nog, ik weet niet, 30 jaar niks gedaan of zo. 35 jaar, dat weet ik niet, maar heel, heel lang in ieder geval. Niks? Nee. Wat dan? Beetje lezen? Nou, we wonen in een groot huis in Den Haag. En, ja. Eigenlijk zo'n leven wat u zelf ook wel. Nou ja, niks doen. Ja. Nou kijk, de enorme attractie van het financieel onafhankelijk zijn is dat niemand iets tegen jou. Jij moet dit of jij moet dat of je moet zus of je moet zo. En dat is natuurlijk een fantastische positie. Ik moet trouwens niet te veel klagen over het baantje wat ik nog iets minder dan een jaar kan doen. Want daarin was mijn onafhankelijkheid ook betrekkelijk groot. Maar toch, helemaal niks doen zou ik niet prettig vinden. Ik vind het wel prettig om iets te doen. En daarmee was het ook klaar met het geloof? Ja, wij zijn sinds die tijd. Niemand meer. Nou nee, daar moet ik nog een interessante anekdote van vertellen. De familie Van Rossum is volledig ongelovig gebleven. Al die nu 5 generaties geloof ik. Met uitzondering van een oom van mij die naar Amerika is geëmigreerd. Ja. Begin jaren 50. En ja, die is daar gelovig geworden. Ik heb nog gezegd, god, oom Beer, geloof je die onzin nou echt? Of doe je maar zo omdat je vrouwen prettig vindt? En omdat je in Amerika anders een outcast wordt in je sociale kring. Nee, zei hij, ik geloof het echt. Hm? Ja, daarmee waren we natuurlijk een beetje uitgepraat. Ja, was de enige, ja. En uw vader, wat deed hij? Mijn vader was entomoloog. En zoals ik al eerder zei, die werkte voor de plantenziektekundige dienst sinds 1944. En wat hij daar deed, was eigenlijk insecten determineren die Nederland binnenkwamen. En waarvan we niet wisten wat het waren. En welke gevaren zij mogelijkerwijs met zich mee zouden kunnen brengen. Mm-hmm. Dus het was een afdelingtje waar hij zat met 2 medewerkers. Het indruk gehad dat het daar veel vrolijkheid heerste. Wel. Ja, ze hadden ook grote bakken met kakkerlakken en zo. Het was een opmerkelijke werkomgeving, zal ik maar zeggen. En ja, zij kregen dan bijvoorbeeld enorme spinnen en andere beesten uit bananenschepen. We hebben nog wel eens een tijdje een reusachtige spinwerk, zo groot als mijn vuist, in een potje op de schoorsteen gehad in de achterkamer. Maar hij heeft toch het loodje gelegd, die spin. En dan moesten ze kijken, wat is het voor beest? Zou het hier kunnen leven? Is het een bedreiging? De eerste. Ik heb mijn vader op televisie gezien. Nou ja, dat was nog in de embryonale dagen van de Nederlandse tv. Bij gelegenheid van de tapijtkever.
zelfs het wel aardig, die tapijtkever. Want ja, je hebt natuurlijk pas een tapijtkever die kan pas floreren wanneer dat tapijten te eten vallen. En hij had vooral geloof ik, een tapijtkever had veel aardigheid in de tapijttegel. En dan heb je ook een beetje begrensd terrein wat je op kunt eten. En dan weet je, nou, hier kun je dan enige tijd aan een nieuwe tegel beginnen. En, die maar tegels ja, van de 50e jaren. Heugaveld. Precies, hadden wij thuis ook nog liggen. Ik voel ze nog aan mijn voeten, als je het zo kijk, zegt. Ja. En nou, daar had die tapijtkever enorme aardigheid in de Heugaveld tegel. Ja. En ja, dat was natuurlijk een fenomeen van de beginnende welvaart in Nederland. En er was toen enorme paniek over de tapijtkever. Want ja, stel voor dat een beest alle Heugaveld tegels zou gaan op en leiden in last. En mijn vader verscheen op tv en liet zo'n kevertje zien en zo. En wij gingen dat bekijken. En mijn broer was toen nog, wat zal hij geweest zijn? Een jaar of 6, 7 of zo. En die sprak toen de historische woorden, ja, niet gewend aan televisie. Papa, wat zeg je eigenlijk? Tegen het scherm. Ik ben ook altijd van plan nog eens iets over Nederland te schrijven, waarin de tapijtkever een eigen hoofdstukje krijgt. Maar ook de faro-omier en de Colorado-kever. Dus de verschrikkelijke insectenplagen die in feite het lot van het vaderland bedreigd hebben. Ik wil even naar de volgende scène in de huiskamer van Van Rossum. Want die zin die heb ik ook ergens opgepakt. U beschrijft interessante boeken in uw jeugd. Dingen die indruk hebben gemaakt ergens. En dan schrijft u, het is eind 1951. En er is een enorme kwestie rond een Amerikaans stoomschip. De Flying Enterprise. Dat schip dat leidt schipbreuk. Maar er is een heroïsche reddingspoging van een kapitein. En u schrijft dan, we hadden geen radio. Misschien heb ik er op aanwijzingen van mijn ouders in de krant over gelezen. En dan denk ik, 51, toen was u dus 8. Ja, begrijp ik zelf ook niet precies hoe dat zit. Hoe zat dat dan? En waarom was er geen radio? Wij waren van moderne media verstoken gezin. Niet uit gereformeerde beginselen, omdat de heren dat tegen was of zo. Maar het interesseerde mijn ouders niks. En we hadden wel een heel klein bakkelieten radiootje, maar dat stond eigenlijk nooit aan. Mm-hmm. Dat hadden we ook cadeau gekregen van een tante, geloof ik. TV hadden we niet. Mijn ouders zijn gescheiden in 1959. Die hebben allebei pas later op eigen kracht, zou ik maar zeggen, een tv-toestel aangeschaft. Toen waren wij al lang de deur uit. Mm-hmm. En wat we hadden aan media was een koffergrammofoon. Die ik geloof in 1958 ook weer zo typisch beginnende welvaart verscheen. Ja, daar werd Franse chansons en klassieke muziek werden daarop gedaan. Franse chansons, totaal uit Nederland verdwenen. Het hele referentie aan de Franse cultuur is totaal uit Nederland verdwenen. Dat is opgehouden. Maar laten we eens even teruggaan naar dat moment. Ja, hoe u bent al mogelijk? 8. Nou ja, maar ook überhaupt, wat was dat voor een soort leven toen? Wat voor soort gezin was dat? U bent dan 8, er was een jongere zus, hè? Ja, en wij zijn met z'n drieën. Een jongere broer. Mijn zuster is van 45. Is 2 jaar jonger. Mijn broer is van 50. Die is echt 7 jaar later. Een echt nakomertje natuurlijk. Dus daar had je eigenlijk relatief weinig contact mee. Want ja, van 12 en 5 of 19 en 12, dat zijn op dat moment zijn dat onoverbrugbare kloven als het ware. Later is dat verdwijnt dat vanzelf, maar dat was toen zeker zo. Ja, wat zullen we daarvan zeggen? Mijn vader werkte bij die plantenziektekundige dienst. Mijn moeder werkte toen niet. Die is pas later is die gaan werken. Dat was niet een buitengewoon harmonisch huwelijk, laat ik mij voorzichtig uitdrukken. En ja, daar is ook in 1959 een eind aan gekomen. En dat was ook te merken dat geen harmonieus huwelijk was? Ja, dat was goed te merken, ja. Ja. Op een vervelende wijze. Ja, ja. Maar ja, echtscheidingen in de jaren 50, dat was een drama, zeg. Hè. Je werd er bij wijze van spreken op straat nagewezen, want dat kwam nauwelijks voor. Hmm. Zo normaal als het geworden is, zo abnormaal was het toen. Maar ik moet zeggen, dat ik vond het aanvankelijk vrij vervelend. Wat voor herinnering heeft u aan dat niet-harmonieuze huwelijk? Nou, dat ze ruzie maakten. En ja, dat vind je als kind vind je dat ontzettend vervelend. Ik weet ook wel dat toen was dan de echtscheiding daar. En eerst denk je, oh jee, scheiding, wat erg en zo. Maar dat ik al na 3 maanden dacht van, nou, dat bevalt mij wel. Ja? Ja, de rust. Werkelijk? Ja, ik vond het vrij rustig. Mm. Ja. Ja.
Het zal voor hen beiden natuurlijk. Kijk, echtscheiding, dat in het algemeen denk ik dat mensen dat het ingrijpende karakter daarvan nog steeds miskennen. Die denken, oh jee, eindelijk, ja. Het gaat niet goed. Laat maar. Het zijn vaak dingen die in familie stuk decennia doorwerken en effect sorteren. En als ik nu als bejaarde nog eens een advies mag geven aan, hè, mochten er jongere luisteraars zijn, die denk ik wou dat ik van het glazen af was. Hè. Denk er nog eens over na. Hè? Ja? Ja, dat zou ik zeggen. Ja. Nou, omdat toch eigenlijk inderdaad altijd uit iedere studie eigenlijk blijkt dat kinderen het altijd toch alleen maar heel naar vinden. Ja, maar dat in mijn geval, dus ik was natuurlijk ook 16. En dat hè, je denkt, er bestaat allerlei interessante onderzoek over kinderen van gescheiden ouders. Dat heeft effect, maar we moeten de effect ook niet dramatiseren. En als ze heel jong zijn, merken ze er niks van en weten ze gewoon niet beter dan dat een van beide ouders afwezig is. En als ze boven 16 of hoger, dan is in het algemeen de schade zeer beperkt. En wat voor soort band had u met uw vader? Mijn vader was eigenlijk vrij afstandelijk toen. Ik zou haast zeggen, een betere band met mijn vader gekregen na die echtscheiding. Want dan, dat is natuurlijk zo gek na scheiding, want dan moet je bij een van je beide ouders op bezoek. Hè? Die is niet natuurlijk aanwezig, maar dan ga je op bezoek. En daar was een soort omgangsregeling, dat was geregeld, mijn, of niet? Mijn broer en zuster die wouden dat geloof ik niet, ik wel. Ik dacht bij mezelf, waar twee vechten hebben twee schuld. Dus ik ga daar niet discrimineren tussen mijn beide ouders. Daar zag ik niks in, nooit iets in gezien ook. Dus ik ging gewoon bij hem op bezoek. En ja, gezellig zitten praten over torretjes en geschiedenis en schilderkunst natuurlijk. Hè. Mijn vader was amateurschilder en een zeer man met een enorme artistieke belangstelling. Dus dat mijn vader bovendien was een makkelijker prater dan ik ben. Dus je ging daar zitten, een 7:15, een kop koffie ingeschonken en hij lulde gewoon door tot je dacht van als ik nou niet ga, dan mis ik de bus. We hebben uw broer wel eens, heb ik ook wel eens ergens in het openbaar zien spreken en gezien. Ook eens in een televisieprogramma van jullie samen, geloof ik, waren of zo. Die broer is 7 jaar jonger. Maar dat is net zo'n type een beetje als u, hè? Ja, hij is wat smaller dan ik ben. Maar en ietsje ook zo, kleiner, maar qua stem. Qua stem ja, en ook mijn, zo. Mijn moeder kon al de twee stemmen niet uit elkaar houden. Trouwens, ze wist ook niet of ik aan de telefoon was of mijn vader aan de telefoon. Die leken dus ook helemaal op elkaar. Ja, de stem en de manier van praten ook. Kijk, dat praten is natuurlijk, dat is gedeeltelijk een genetische kwestie. Namelijk hoe je stem klinkt en zo. Maar dat is natuurlijk gedeeltelijk ook een culturele kwestie. En ik denk wat je hoort, zowel in het geval van mijn broer als van mij, is mijn vader. Ja. En uw zuster? Ook wel, ja. Die treedt niet op, maar die heeft, dacht ik, ook wel een beetje dezelfde manier van vrolijk voortmopperen over een zicht dan wat wij ook hebben. Er bestaat niet de geringste twijfel dat er een grote genetische overeenkomst is tussen ons drieën. En hoe was dat voor uw moeder? Ja, misschien wel lastig. Mijn moeder komt. Ja, je hebt volgens mij die familie heet Nolen. Dat was wel wat anders dan de Van Rossums. Ja, ik denk dat voor mijn moeder wel eens. Bovendien waren wij enorme drinkers en rokers en zo. En allemaal verschrikkelijke laat naar bed gaan. Terwijl mijn moeder uitgesproken matineus is. En bovendien een ongelooflijk ordelijk type. Ja, ik denk dat ze er wel eens moeilijk mee heeft gehad. Ja, met die voortlullende chaos. Ja, want dat huwelijk was niet goed. Dus dan heb je al een moeilijk gevoel over een man. Ja, kijk, gepraat. Ik bedoel, toen ik een peutertje was. Ik geloof dat ik de eerste 4 jaar van mijn leven helemaal niet praatte. Dus mijn moeder dacht mijn moeder dacht dat ik debiel was. En het praten van mij begon laat. Misschien heb ik mijn hele leven ook het gevoel gehad dat ik iets in moest halen. Dat ik een achterstand had opgelopen in de eerste levensjaar, ik weet het niet. En heeft dat nog met die bom te maken? Die rakelings langs die... Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Nee, langs die kinderwagen. Het schijnt dat met name ook zuigelingen, mensen die natuurlijk ook geen uitdrukkingsmogelijkheden hebben, dat die sterk getraumatiseerd kunnen raken door oorlogsgeweld. En ja... Ik heb die flauwe grap al eens eerder gemaakt. Maar goed, nu ik toch voor open doel sta. Ja, doe maar even. Ik heb ook wel eens gedacht, zou ik niet een pensioen van de stichting 4045 kunnen aanvragen? Want wie weet hoe diep dit steekt. Nee, lijkt me niet.
Ik las ergens... U bent niet iemand die eigenlijk erg vaak veel over het persoonlijke leven zo spreekt. Hè, in het openbaar of interviews. Nee, niet ik vind zo heel ook A erg. Is dat meestal volkomen zinloos. En B hebben daar natuurlijk de luisteraars of kijkers eigenlijk niet veel mee te maken, vind ik. Ik ben verbijsterd over de private mededelingen die mensen avond in aan op die buis doen. Je denkt, hoe is het gods mogelijk? Desalniettemin las ik toch dat u ergens in 1994 zegt over uzelf dat u toch een heel zonderling soort jongetje was. Met name in het openbare leven, dus op school, in de klas. En dan zegt u, de littekens zijn weggepoetst, maar de achterdochtige afstandelijkheid ten opzichte van de medemens is gebleven. Dat gaat nooit meer over. Nee. Zo is het maar net. Vertrouw ze voor een cent. Nee. De lynchmob kan zich overal plotseling vormen. Wij zijn een kuddedier. En met de verkeerde emoties en met de verkeerde leiding kan dat elk moment uit de hand lopen. Een fatsoenlijke, goed geregelde samenleving als de onze is niet iets vanzelfsprekends, maar is in feite een uitzondering waar je ook bijzonder zuinig op moet zijn. En ja, voelde u als kind op school? Ik bedoel dat je die wereld meer als een soort bedreiging voelde? Ik was een buitenstaander, volstrekte buitenstaander. Hoe kwam dat? Ja, hoe kwam dat? Ik was lezerig en niet erg assertief en motorisch zwak. Ik kon niks op gymnastiek. Nou ja, het is zo'n klassiek verhaal eigenlijk. En ik kon vreselijk goed leren, wat je door de medeleerlingen niet in dank wordt afgenomen. Want het kind wat goed kan leren, niet waar, is een permanente reflectie op het feit dat de anderen het niet kunnen natuurlijk. En dat is heel vervelend. Dus ja, ik heb mij een buitenstaander gevoeld eigenlijk tot tweede, derde klas gym. Op gym was het anders, omdat er allemaal van die een beetje neurdige jongens zaten waar ik het algemeen goed mee kon winnen. Ja. Ja. Maar die lagere school, was dat dan zo'n... Ja, ik werd ook altijd op mijn bek geslagen en zo. En ik was altijd degene die de sneeuwbal in zijn tas kreeg en omver werd geduwd. En de bekende patroon gewoon. Ja, nou, bekend patroon. Ja, daar moet je geen illusies over hebben. Maar kijk, kinderen zijn extreem conformistisch. Je moet zijn zoals alle andere kinderen zijn en zo niet. Dan word je, ja, of je nou rood haar hebt of een bril op of je leest te veel of weet ik van wat het is. Maar zodra je buiten het reguliere gebied valt, word je gepest. Dat is nog steeds zo, hè. Ja, en dan steeds fors gepest op scholen. Ja, dat denk ik ook. Maar dan denk ik dat wel weer enorm belangrijk is in hoeverre je je thuis veilig voelt om dat een beetje in balans te kunnen krijgen. Ja, in die zin heb ik, als ik de indruk heb gewekt dat ik een enorm ongelukkige jeugd heb gehad. Nee, juist helemaal niet. Nee, ik vind juist dat ik heb vind ik zelf een dan vrij, vraag ik ook juist naam. Vrij denk aangename van, jeugd gehad. Met uitzondering van het feit dat ik het op school niet prettig vond. En dat ik ook bij het op straat spelen toch een beetje een kneusje was. Mm-hmm. En dat vind je als kind vind heel vervelend. Want wat ik al zei, kinderen zijn enorm conformistisch. Dus je wil er dolgraag bij horen. Je bent eigenlijk licht verontwaardigd dat zij vinden dat je er niet bij hoort. Ja. Ik hoorde in een van die lange, leuke hoorcolleges, namelijk die geschiedenis in het groot, dan heeft u het over de primatenstudie. En dan zegt u, kijk maar, een groepje jongens in een bus, dat lijkt toch nog het meest op bavianen. Ja, ik heb... Zelf ben je dan toch ook eigenlijk zo'n bavian? Zeker. Als jongen? Ook al, ja, ook in de bavianenhorde heb je alle mogelijke types, zal ik nou maar even zeggen. Kijk, de jonge mannetjes in de bavianenhorde zit natuurlijk wat anders in elkaar, in de zin dat je daar dominante mannetjes hebt. En die dekken de wijfjes in die bavianenhorde. Dus de meeste jonge mannetjes krijgen nooit de gelegenheid om hun genen te verspreiden, om het zo maar te zeggen. Die worden ook gebruikt door die bavianenhorde als ze daar door die savanne trekken en ze worden aangevallen door roofdieren. Nou, jonge mannetjes zijn expendable. Daar komt het in grote... Wat is het juiste woord voor Nederlands? Kun je opofferen. Daar zijn ze ook ten dele voor, ja. En als ik in de bavianen hoorde, nou, dan weet ik het niet of ik het gered had. Dat is het mooie van Homo sapiens. Dat er althans her en der nissen zijn in onze samenleving. Of kleine ruimtes waar je rustig kunt gaan zitten lezen. En dat deed u dan? En dat deed ik dan. Ik ben eigenlijk vanaf het moment dat ik het kon, is het voor mij eigenlijk een openbaring geweest. Ja. En meisjes?
Nou, dat is een ander heikel punt natuurlijk. Dat in het algemeen meisjes door zonderlingen op zichzelf wel begrijpelijke, maar wat mij betreft onaangename genetische omstandigheden, vooral geïnteresseerd zijn in jongens die op een heel bepaalde manier lopen. Hè. Dus in feite reageren alsof het nog een baviale horde is. Dus ze zijn helemaal niet geïnteresseerd in jongens die bijvoorbeeld leuke grappen kunnen maken of wel eens een boek hebben gelezen of nou ja, enzovoort enzovoort. Maar in de jongens die goed kunnen hockeyen. Terwijl dat natuurlijk, ja, kun je 1, 2, 3 iets dommers voorstellen dan dat een groep jonge mannen met een stok tegen een idioot hard balletje gaat slaan. Maar bovendien nog levensgevaarlijk ook. Ja, ik heb een jaar op de Wageningse Mixed Hockeyclub gezeten omdat mijn opa dat graag wou. Ja, mijn opa was enorm sportief. Het was een van de dieptepunten van mijn jonge leven geweest. Die hockeyclub? Ja, veel erger dan dat kan ik mij niet voorstellen. Nee. Ik ben ook enorm preuts. Al die jongens die moesten allemaal bloot onder de douche na de wedstrijd. Ik geloof dat ik 3/4 jaar in bal heb geraakt. Toen heb ik in wanhoop maar zelf een hockeybal gekocht. Dat ik tenminste nog een bal had die ik op de grond kon leggen. Dat ik er dan een tikje tegen kon geven. Maar ik heb na een jaar tegen mijn ouders gezegd, ik verdom het. Ik kan me niet schelen wat jullie doen, maar ik stop ermee. Ja. En toen u eenmaal ging studeren? Nou ja, was dat een normaler leven? Het was een bevrijding. Voor iemand? Voor ja, zo'n bavian? Ja, ik vond het geweldig. Ik heb eerst overigens farmacie gestudeerd. Maar goed, dat heeft een jaar of een maand of 4 geduurd. Niet zo vreselijk lang, was het direct duidelijk dat ik daar met name op practicum niets van terecht bracht. En ik had altijd graag geschiedenis willen studeren, dat ben ik gaan doen. Overigens viel die studie me bitter tegen, maar dat doet er nou niet zo verschrikkelijk veel. Maar ik vond de vrijheid. En dat je eigenlijk de hele dag, dat je je dag kon indelen zoals jij het wilde. Dus toen, ik ben eigenlijk in mijn studietijd al met dat malle patroon begonnen. Van dat ik eindeloos zat te lezen s'nachts tot een uur of 4, 5. En dat ik dan dus laat opstond. Ik ging nooit naar ochtendcolleges. Alleen als je tentamen moest doen, dan ging je even vooraan zitten. En hoogleraren zijn daar enorm naïef in, moet ik zeggen. Ik vond het geweldig, studeren. Wat mij betreft was ik, op een goed moment moet je ermee ophouden. Je met de mensen moet de kost verdienen. Ja. Je vader en de beursgevende instellingen die beginnen ontevreden te worden. Maar ik had gewoon wel af willen studeren. Dan had ik zonder problemen nog wel een studie aan willen knopen, ja. Want hoe lang heeft u gestudeerd? Nou, ontzaggelijk lang. Van 62 dus tot 70, 8 jaar. Ja, want je denkt lang. Aan die zielige studenten nu, die 4 jaar door zo'n lullig bachelorstudietje gejast worden. Hè? Mm. Nee, dat hadden wij natuurlijk wel heel wat. Maar ja, er waren toen al zo weinig mensen, dat kon niemand iets schelen hoe lang je studeerde. Nee. Ja, behalve de militaire dienst natuurlijk. Dat was het voorname drukmiddel om er een eind aan te moeten maken. En was uw vader ook zo in de ogen van andere mensen ironisch? Nee, mijn vader was niet ironisch. Mensen vinden mij ook wel eens wat cynisch. Ik zelf vind dat niet, maar goed. Nee, mijn vader was in die zin positiever. Maar op het punt van leuke feitjes en zo. Een brede nieuwsgierigheid weer wel. Dat heb ik, denk ik, toch van mijn vader. We gaan weer heel even onze mond houden. We waren gebleven in de gelukzalige jaren van de studie. Tijdens die studie al vrij snel komt die belangstelling voor Amerika, hè? Nou ja, dat is ook weer zo'n volkomen toevallige ontwikkeling. Hoe het leven hangt van toevalligheden aan elkaar. En niet alleen het mijne natuurlijk, maar ieders leven ook. Ik wantrouw altijd in hoge mate die stukken die je dan in de krant leest over succesvolle mannen. Tenslotte zijn ze directeur van het een of ander geworden, of multimiljonair of zo. Of minister-president. En zeggen ze hebben al een hele leven hebben ze. Dan denk ik altijd aan mijn hoela. Het is volkomen toevallig dat je daar terecht bent gekomen. En je had misschien wel de ambitie, maar dat zegt op zichzelf nog niet zoveel. Dus volkomen toevallig. Ik kocht een boekje in toen boekhandel Kemink in de Janstraat. Je zag daar nooit iemand, maar het had een groot voordeel. Je kon daar op rekening kopen. En ik
Mijn hele leven ben ik een beetje geschriften boekenkoper geweest. Tot op de dag van vandaag. Ik ben nu... Amazon moet dolgelukkig met mij zijn. In feite drijft die firma grotendeels op de door mij bestelde doosjes. En ik zag daar een boekje liggen. The Making of the President 1960 door Theodore White. En ik denk dat dit was in 63, 64 of zo. Ik weet het niet precies meer. Ik denk, nou ja. Maar het was een impuls aankopen. Het was een minuut van, oh ja, nee. En, het was een boek dat ging over de presidentsverkiezing van 1960. Ja, Kennedy natuurlijk helder rol. Ja, volledige Kennedy-hagiografie. Goed, daar ben ik later allemaal enorm van teruggekomen. Maar ik heb dat boek eigenlijk meteen aansluitend ook gelezen. Wat in mijn geval lang niet altijd het geval is. Want die nieuwe boeken die stapelen zich op. En ook de keuze daaruit wordt weer gestuurd door totale willekeur. Nou ja, ik raakte daar eigenlijk lichtelijk door geënerveerd. Ik denk, god, dat is interessant. Dat is nog eens wat anders dan die lullige Nederlandse politiek. Hè? Want Nederland is toch eigenlijk één. Hè? Wat zei ze ook altijd over Drees, de wethouder van Europa. Ja, Nederland is toch een beetje gemeentepolitiek eigenlijk. En stap voor stap raakte ik geïnteresseerd in de Amerikaanse, aanvankelijk in de presidentsverkiezingen, het mechaniek, de voorverkiezingen, de hele Sante Kraam. 64, een volstrekt oninteressant jaar, omdat ik al heel snel duidelijk was dat Goldwater kansloos zou verliezen van Lyndon Johnson. Ik ben toen ook de Engelse zondagskranten gaan lezen. Dat deed je mijn familie, mijn opa deed dat ook al. Mijn opa is tot in de 90 fietste die naar het station in Delft om de Engelse kranten te kopen. En toen ben ik de Observer en de Sunday Times gaan lezen. En de Sunday Times was toen heel goed en had ook een insight team. En die rapporteerde onder andere ook over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En ik heb nog een prachtig plakboek van 1968. Echt zo keurig, netjes, alles staat erin. Ik zelfs de snoepjes knipte ik uit als die een beetje thematisch relevant waren. Ja, dat ik daar de tijd voor had. Vandaar natuurlijk dat ik 8 jaar gestudeerd heb. Want ja. het moet alleen al weken hebben gekost om dat boek bij elkaar te plakken. Grappig, ja. En zo ben ik stap voor stap. Aanvankelijk ging het vooral om de presidentsverkiezingen. Er zijn meer toevalligheden nodig, namelijk om je op het juiste pad te zetten als... Ja, wat is het juiste pad? Dat had ook in iets anders kunnen worden. Want op een goed moment zei ik tegen mijn toen vriendin, maar mijn echtgenote nu, zeg ik van, goh, het wordt tijd dat ik het tentamen eigen tijdse geschiedenis eens ga doen. Want even qua zijlijn, ook daar bent u dus heel consistent en... Ja, wat dat betreft wel, ja. Conservatief. Ja, ik ben een door conservatieve persoonlijkheid. Ja, dat dus moet, die vriendin denk ik, is gewoon gekomen blijken. Ergens al in het begin van ja, die studiejaren. Ja, wanneer heb ik mijn echtgenote ontmoet. Ik denk, ik geloof bij een inpakavond, studenten-inpakavondje voor de Sinterklaas. Inpak? Oh, ik dacht elkaar. Nee. Oh, ja. Nee, je had die inpakker, hoe heet die ook alweer? Die had je nog niet, Ja, leuk werk komen is dat inpakken van die Rijksdag en de Pont Neuf in Parijs. En zo heet hij nou. Christophe heet hij. Ja. Geweldig. Ja, je moet er niet eindeloos mee doorgaan. Maar ik vond het aanvankelijk enorm leuk. Ook die running fans is ook een schitterend ding eigenlijk wat hij in Californië heeft neergezet. Nee, dit was de Sinterklaas. Maar goed, we gaan weer even terug naar Amerika. Van het een kwam het ander. En toen zei ik dus, ik ga dat tentamen doen. Nou, zei mijn echtgenote... Toen nog niet mijn echtgenoot. Ze zei van, dat hoef je niet meer te doen. Want C.D. Brand, bij wie ik het tentamen moet doen, is net overleden. Potverdrie. Dat is een streep door de rekening. Maar goed, hij werd vervangen door Dietrich. Ik heb tentamen tenslotte gedaan. Maar toen werd er een nieuwe hoogleraar benoemd. En dat was Herman van der Dunck. En nu ook alweer een hele tijd met pensioen. En die begon met een werkcollege over de Koude Oorlog. En ik had ook weer volkomen toevallig net een boekje gekregen van een vriend van mij over de Koude Oorlog. Waar ik toen enorm van gecharmeerd was. Achteraf weet ik dat het een waardeloos boekje was. Maar ik was en al die factoren bijeen, dus dat boekje, die presidentsverkiezingen, dat werkcollege voor de Koude Oorlog. Dus ik denk, god, dat wil ik graag volgen. Maar ik had al 2 werkcolleges gevolgd. Dat was de maat. Je moest 2 doctoraal werkcolleges volgen, dan was je klaar met je doctoraal programma. Dus ik ben naar Van der Dunck gestapt. Zeg, god, ik heb er al 2 gedaan. Maar ik zou het ontzettend leuk vinden als ik dit zou kunnen volgen. Nou, daar was hij aanvankelijk... Hij kon er dan wel bij komen zitten. Nou ja, van het een kwam het ander. Ik ben erbij gaan zitten. En oh god, dat liep allemaal geweldig leuk. En zo ben ik min of meer toevallig Amerikanist geworden. Ja,
En, maar dat was nooit mijn intentie of zo. Ik heb nooit gedacht, weet je wat, ik word Amerikanist. Nee, dat is sowieso geleidelijk aan ontstaan. Voor de ware verslaafde is het aantrekkelijkste aspect van de Amerikaanse presidentsverkiezingen dat ze beginnen op de dag nadat de vorige verkiezingen zijn gehouden. Ja, ze duren steeds langer en langer in feite. Ze duren gewoon eigenlijk altijd. Nou ja, we zijn nu in feite alweer een dik jaar echt fulltime bezig met de verkiezingen. Dat komt natuurlijk ook omdat de zittende president volledig afgeschreven is. En natuurlijk zo grondig en totaal mislukt dat, dat de aandacht uitgaat naar zijn opvolger. Je schijnt nu al speciale agenda's en kalenders te kunnen krijgen in de Verenigde Staten die dus aftellen tot het moment dat Bush opdondert. Uw eerste optreden als Amerika-deskundige, of tenminste misschien niet het allereerste, maar het eerste wat opviel, dat was bij de beëdiging van Bush, de oude natuurlijk, in 1989. Waarbij u had gezegd dat God zichzelf beter wellicht kandidaat had kunnen stellen dan hij. Er was iets met dominee Billy Graham, die ook het monster van Frankenstein had genoemd. Ja, ik was toen al meerdere malen trouwens op tv verschenen. Maar goed, dit was de eerste keer een officiële commentatorrol mocht. Namelijk dat beschrijven van... En waarom was dat zo'n narigheid? Nou ja, omdat ik zat daar met Pieter de Vink, onlangs overleden. Mm-hmm. En het gekke is, ik had eerder op de dag een proefuitzending gedaan, waardoor ik misschien een beetje losjes was. Ik zou het niet weten, maar goed, we zitten naar die plechtigheden te kijken. Het begint ermee, die Billy Graham gaat voor in gebed. Een langdurig gebed. Nou, Pieter de Vink ging gewoon een beetje naar het plafond zitten kijken, maar ik heb dat gebed, dat volgde ik. En ik was weer stupefer over de inhoud van dat gebed. Want daar kon je maar één conclusie uit trekken. Namelijk dat Billy Graham op de hoogte was van het feit dat onze lieve Heer in feite een belangrijke, zo niet, ja, zeg maar rustig, doorslaggevende rol had gespeeld bij de verkiezing van de oude Bush tot president van de Verenigde Staten. En dat hij ook al in feite verantwoordelijk was voor de keuze voor Ronald Reagan 2 maal tot president van de Verenigde Staten. Ik ben verder dus niet gelovig, maar dit leek mij toch wel vrij blasfemisch dat de hoogste autoriteit, onze lieve Heer zelf, dat is. Stond overigens een paar dagen geleden een fantastische cartoon van Olifant, de beste Amerikaanse cartoonist in de New York Times. Maar goed, kan straks vertellen wat daarop stond. Dat sluit eigenlijk helemaal aan bij deze beschouwing. Dus ik denk, dit is toch wel een hoogst zonderlinge aangelegenheid. Dat onze lieve Heer zelf eigenlijk. En toen zei ik, ironisch, zei ik van, goh, als het dan toch zo is, zou het niet anders zijn dat we helemaal ophouden met die flauwekul en dat onze lieve Heer meteen zelf president van de Verenigde Staten wordt. Ten eerste kan die dan ook voor langere tijd blijven. En ten tweede heb je niet elke 4 jaar dat gedonderjaar en al die kosten om een president te kiezen. En nou ja, op dat moment schijnt het dat de telefoons die begonnen te rinkelen en dat dit werd beschouwd als verschrikkelijke heiligschennis. Terwijl, naar mijn idee was wat Graham zei, althans vanuit een enigszins sophisticated kijk op het geloof, was dat heiligschennis, maar dat vonden de opbellers dus helemaal niet. Ik had toen ook al wel gezegd, Charles Groenhuizen was toen ook al correspondent en Reagan en zijn echtgenote kwamen er aanlopen. Die kwamen naar die stellage daar buiten waar zich dat dan afspeelt. En toen zei, tot mijn verbijstering, Charles Groenhuizen, wat ziet Nancy Reagan er koninklijk uit? En toen zei ik tegen Pieter de Vink, nou, ik vind maar een raar vogeltje eigenlijk. Hè? Want ja, helemaal strak getrokken vanwege de plastische chirurgie en zo. Dus ja, een dodelijke engert, als ik zo vrij mag zijn, dat op te merken. En dat zei ik. En nou ja, ook dat, het was allemaal totaal verkeerd. Ja. Maar dat heeft tot een van de grote triomfen van mijn toen nog betrekkelijk jonge leven geleid. Namelijk dat ik de voorpagina van de Telegraaf heb gehaald. Ik moet het ook nog ergens hebben. Het is een tekst van gevaarlijke linkse deskundigen kwetst onze bondgenoten. Maar soort wel van bericht. De naam gezet, hè? Ja, ja, ja. Ik was ook vreselijk trots dat ik in negatieve zin. Je haalt niet graag in positieve zin de voorpagina voor de Telegraaf. Maar dat ik in negatieve zin de Telegraaf had gehaald. Ja, daar was ik wel een beetje. Vond ik wel wat, ja. En maar die verslaving aan die verkiezingen.
als we het nou hebben over de waan van de dag, dat is toch ook ontzettend waan van de dag. Ja, ik ben er ook wel enigszins van teruggekomen. Dat we allemaal ons weer als een gek moeten gaan verdiepen in de psyche en in de precies zo wel of niet opvattingen, kleine verschillen tussen ja, al die kandidaten. Ja, wacht even, maar hadden we ons maar iets meer verdiept in de psyche van de huidige president, dan... Wij mogen onze stem niet uitbrengen, maar goed... Als Nederlandse stem had kunnen, als wij de 51ste staat waren geweest... dan zouden we zeker voor Al Gore hebben gestemd. Daar bestaat niet de geringste twijfel over. En dat zou betekend hebben dat Al Gore gekozen was... en niet de huidige president. Ik ben er in zoverre iets van teruggekomen. Ik dacht toen, en dat denk ik niet meer... dat grote landen en belangrijke landen... en in de wereld ook zwaarwichtige landen... zoals de Verenigde Staten, number one natuurlijk... wat je er ook verder van mogen denken... dat interessanter was dan dat Nederland... die hele kleinschalige pruts... stel dat dan maar voor, wat is Nederland nou vergeleken? Ik bedoel, de staat Californië is 10 keer zo groot als Nederland... Montana is 9 keer zo groot, ga zo maar door. Dat had ik een beetje, dat heb ik niet meer. Ik denk dat de politiek in kleine landen precies even interessant is... als de politiek in grote landen. Dus de modale Amerikaanse parlementslid... is misschien zelfs nog wel een grotere heikneuter en randebiel... dan een modale Nederlandse parlementslid. Want in het algemeen geloof ik dat... Het zijn geen hoogvliegertjes, maar ze zijn een redelijke... Ik wou zeggen, een redelijke afspiegeling van de Nederlandse bank. Dat zijn ze namelijk ook weer niet. Dus dat ligt moeilijk. Maar goed. Waarom zijn ze dat niet? Nou, als je even kijkt waar ze vandaan komen... grotendeels zijn ze afkomstig uit de ambtelijke sector en de onderwijssector. Dus bepaalde maatschappelijke sectoren zijn sterk oververtegenwoordigd... als het gaat om de herkomst van onze parlementsleden. In die zin is het een heel eenzijdige selectie uit het Nederlandse volk. En zou het, denk ik, aangewezen zijn om dat wat te verruimen. Ik denk dat dat verstandig zou zijn. Mm-hmm. Maar goed, dus in die zin zegt u van Amerika is niet interessanter per se dan hier. Een bergstaatje, een soort van Andorra aan de Noordzee. Nee, dat denk ik niet meer eigenlijk. Ja, maar het is wel natuurlijk het resultaat is wel belangrijker. Nou ja, we moeten natuurlijk reëel zijn. Nederland is een heel klein land. De rol die Nederland speelt in de wereld is uiterst bescheiden. En sinds dat commentaar toen, bij die beëdiging van Bush... we zijn, het is bijna 20 jaar verder... hoe anders ligt Amerika erbij dan toen? Niet zo heel veel anders, zou ik zeggen. Wat de grote verandering die zich natuurlijk voltrokken heeft... is het eind van de Koude Oorlog. Dat is sowieso de belangrijkste historische gebeurtenis van de... ik denk dat de belangrijkste historische gebeurtenis... Ik heb net geschreven in het boekje Drie Oorlogen... de twee belangrijkste figuren van de afgelopen kwart eeuw in de wereld... zijn Deng Xiaoping, die in feite China op een totaal andere koers gezet heeft in 1979... en Gorbachev natuurlijk, die in feite besloten heeft... een eind aan de Koude Oorlog te maken en dat ook gedaan heeft. Daarmee overigens ook de Sovjet-Unie die graag had willen redden... vernietigend. Maar goed, dat had je aanvankelijk niet in het snotje. Dat zijn de twee belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar. En door het eind van de Koude Oorlog... en in feite de verschrompeling van de militaire macht... En de geopolitieke ambities van de Sovjet-Unie is... Is Amerika natuurlijk eens eentje over, maar de lonely superpower. Zij zijn veruit de sterkste macht ter wereld. En niet alleen op militair gebied. Valt trouwens nogal tegen wat ze daarmee kunnen doen met die ontzaglijke militaire macht. Hè. Erg handig georganiseerd en gestructureerd is het bepaald niet. Maar goed, zij zijn natuurlijk ook machtig op tal van andere terreinen. Namelijk op cultureel terrein, technologisch terrein, wetenschappelijk terrein. Het is een multidimensionale macht. Tegelijkertijd kunnen we natuurlijk zien dat tellen we er 30, 40 jaar... Ja, er wordt nu, je hebt nu allerlei stukken in de krant... dat Amerika dat zakt weg en zo. Dat is dan weer typisch de waan van de dag. Ja? Ja, natuurlijk. Dat ligt natuurlijk een beetje aan deze maloot die nu in het Witte Huis zit. En als die door een beetje een behoorlijke president wordt opgevolgd... die de zaken wat verstandiger aanpakt, dan hoeft dat niet zo... Nee, ik denk dat Amerika zal zeker nog decennia de dominante macht in de wereld zijn. Ook economisch omdat is het feest voorbij. Ze las ik inderdaad twee dagen geleden. Ja, dat zie ik ook niet zo 1, 2, 3 zitten. Want natuurlijk, kijk, dat begroot... Londen is weer het financieel economisch centrum van de wereld. Dat komt door die Big Bang in Londen, waarbij dat volledig geliberaliseerd is.
geweest. Terwijl natuurlijk Bol Street in allerlei opzichten zich aan specifieke voorschriften moet houden. Dat is waar. Dat is op zichzelf is dat juist. Maar Londen was altijd al een vrij belangrijk economisch centrum. Denk aan de verzekeringsindustrie die eigenlijk altijd in Londen gecentreerd is geweest. Ik denk helemaal niet dat de dagen van Amerika op korte termijn geteld zijn. De dollar verliest zijn positie. Ja, maar dat kan ook vrij snel gerepareerd worden. En dan zit natuurlijk in de huidige... Het is over iemand die boeken bestelt bij Amazon... is dit een zegen op aarde. Maar ja, ik zou zeggen, de euro is zeker lichtelijk overgewaardeerd. Ja, daar hoeven we niet zo moeilijk over te doen. En dat kan gerepareerd worden. Clinton heeft het begrotingstekort in een aantal jaren... weten te reduceren. En B, is er dan een overschot ontstaan. En dat kan nu ook weer... Als ze morgen 5 cent op een gallon benzine zetten... dan zijn ze er zo uit, hoor. Dat is niet zo'n probleem. Kijk, wil China, laten we zeggen, een competitief aanwezig zijn in de wereld... dan, voordat dat kan. En dat wordt nu wel eens moeilijk gedaan over dat Chinese leger... dat stelt geen bal voor. Het idee ook dat ze Taiwan zouden kunnen veroveren... dat is allemaal flauwekul. Hmm. Dus nee, Amerika zal denk ik toch nog zeker 30 jaar... de nummer 1 zijn in de wereld. Vandaar dat het toch wel belangrijk is wie daar de scepter zwaait. We hebben nu 8 jaar gezien hoe het is... wanneer dus mensen met levensgevaarlijke ideeën daar de baas zijn. En wat hoopt u wat dat betreft? Ja, wat hoop ik? God, ik zelf, mijn voorkeur gaat uit naar Barack Obama. Als die het niet wordt, wat relatief waarschijnlijk is... dan zal ik geen moeite hebben om... Nogmaals, ik mag helemaal niet stemmen. Heb ik met Hillary geen moeite. Ik denk dat de Republikeinen voorlopig maar eens fijn in de oppositie moeten gaan zitten om hun wonden te likken. Hoewel je ook daar moet je ook heel voorzichtig mee zijn om ze eenmaal af te schrijven. Dan kunnen de gekste dingen gebeuren. Er kan nog weer een aanslag gepleegd worden. Dat kan de hele zaak doen kantelen. Dus voorzichtigheid is hier bepaald geboden. Maar ik vind... Kijk, Hillary is deel van een echtpaar, zoals we allen weten. En ik vind het zeer ongewenst dat eerst meneer en daarna mevrouw. Dat is echt sorry hoor, maar dit is ook volgens mij eigenlijk impliciet in strijd met de constitutie. Die meer dan 2 termijnen verbiedt. Dus ik vind dat een hele ongelukkige ontwikkeling. Net zo goed als die zoon van de pa, Bush, dus ook een hoogst ongelukkige ontwikkeling. Zouden ze niet eigenlijk gewoon met elkaar moeten regeren? Democraten en Republikeinen. Ja, zo zit dat systeem hier in elkaar. Maar zou dat niet heel fijn zijn? Dat weet ik niet. Het Amerikaanse systeem is zeer sterk gepolariseerd geraakt. Er is nu weer sprake van dat Bloomberg, de miljardair burgemeester van New York... dat hij een pragmatische, independent, onafhankelijke middenpartij zou lanceren... met hem als presidentskandidaat. Ik zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren. Om een soort nationale regering eigenlijk. Ja, ik ben daar geen voorstander van. Nee? Democratie is gebaat bij oppositie. Ik ben niet voor grote coalities. Ik ben niet voor systeem, voor situaties waarin in feite van een gezonde, kritische oppositie geen sprake is. Dat is een aantasting van de democratie. Mm-hmm. Dus ja. Ik vind dat ook niet zo nodig. Ja, we hebben pech gehad met Cheney en Bush. Dat is zo klaar als een klontje. En natuurlijk met 9-11, de combinatie van... anders was het allemaal zo erg niet geweest, maar... het is de combinatie van, zoals gewoonlijk, van velerlei factoren. Ja, 30 jaar, zegt u, houden ze het nog wel. Maar daarna dan? Nou ja, je hoeft geen genie te zijn om te zien dat natuurlijk de... met name de economische verhoudingen in de wereld... in hoog tempo aan het veranderen zijn. Er zijn in de afgelopen kwart eeuw... zijn 300 miljoen Chinezen opgetild vanuit abjecte armoede... naar een heel aantrekkelijk middenklasse bestaan... met een autootje en een flatscreen tv en een hele zante kraam en zo. Voordat je het weet gaan ze ook wintersporten. Ja, of hockey, je kunt ze allemaal beter niet doen. Maar goed, dat weten ze nu nog niet. Dat gaat u ze nog vertellen, hoe erg dat was. Ja. En dat is een proces dat zal met ups en downs gaan. Dat zal wel de hele boel zal een tijdelijk in elkaar storten. Maar dat nu dat proces begonnen is... Kijk, eerst hebben we gezien hoe de kleinere Aziatische mogendheden zich geïndustrialiseerd hebben. Trouwens, Japan is zo klein niet. Nog steeds number 2 in de wereld, laten we dat niet vergeten. Japan heeft al getoond dat minstens even goed te kunnen dan de westerse naties het kunnen. Daarna heb je al die kleintjes gehad, Taiwan, Singapore enzovoort enzovoort. En ja, nu China, ja, dat zijn 1,3 miljard mensen. En ja, daarachter...
met aanzienlijke vertraging en grote infrastructurele problemen. Ja, vertoont India ook wel een aanzienlijke economische belofte, laten we het zo formuleren. Dus demografisch, economisch kun je bijna wel... Ja, zal het zwaartepunt van de wereld sterk gewoon verschuiven, zeg, van de Atlantische naar de Stille Oceaan. Maar wat zal dat betekenen voor, laten we zeggen, het culturele hegemonie die Amerika zo... toch ook al een eeuw ongeveer in handen heeft? Nou, dat zou ik zo niet formuleren. Oh. Amerika is al wel een eeuw de belangrijkste industriële mogendheid op aarde. Dat is zonder meer een feit. Ik geloof dat al voor 1900 de Amerikaanse productie van kolen, staal enzovoort groter is dan die van Frankrijk, Engeland en Duitsland samen. Oké. Maar de culturele invloed van de Verenigde Staten is van na 1945. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de academische wetenschap, daar speelde Duitsland eigenlijk tot 1933 de eerste viool in de wereld. Mm. Denk trouwens aan de prominente rol die Nederland nog met name de fysica gespeeld heeft gedurende een aanzienlijke tijd. En daar komt, Amerika is natuurlijk ook een product van een enorme migratie van wetenschappers en van alle van psychiaters tot fysici van Europa naar de Verenigde Staten als gevolg van het Derde Rijk. En je zou kunnen volhouden dat Duitsland, wat natuurlijk in cultureel en wetenschappelijk opzicht absoluut de wereldtop was, de klap nog steeds niet erboven is gekomen. Dan zie je aan wat een immense consequenties dat 12-jarige zogenaamde 1000-jarige rijk heeft gehad. Mm. Want je jaagt het talent weg. Mm. Dus, maar wel, laten we zeggen, die culturele hegemonie. Kleinste was ook leraar in Berlijn. Ik bedoel, waar kwam hij uit Zwitserland, maar was ook leraar in Berlijn. En, ja. Maar wat zal daarmee gebeuren dan met die Ik denk niet dat Chinees het Engels zal aflossen als wereldtaal. Een eenvoudige reden dat het Chinees een hele lastig te leren taal is. Dat is een klemtoontaal. Dat schijnt heel gecompliceerd te zijn. Bovendien moet je 4500 van die malle tekens uit je hoofd leren. Dat is natuurlijk, dat zit er ook niet dik in dat gaat gebeuren. Dus ik denk eerlijk gezegd dat simpele Engels, wat nu al de wereldtaal is, waar je ook maar bent op een luchthaven of overal klinkt dat. Dat is een soort Engels wat je met 400 woorden redelijk onder de knie kunt krijgen. En alle accenten zijn toegestaan in zekere zin. Dat zal zo blijven, denk ik. Ik denk dat, kijk, wat nog wel eens vergeten wordt, de wetenschap is al een wereldwijd systeem. De wetenschap is niet gekoppeld aan Nederland. Je kunt niet zeggen, oh nee, dat is ook die onzin van Balkenende met de Nederlandse wetenschap. Wetenschap is hè, als wij toevallig een geniaal idee zouden hebben, we schrijven het even op, we mailen het even door naar Nature of naar Science. En ze zeggen daar ook van, nee, het is ongelooflijk dat ze dat bedacht hebben. Zo'n rare bouw dan. Ja, dan zou dat meteen wereldwijd, zou de wereld overgaan. En dus de wetenschap is al een wereldwijd systeem. Daar zal Amerika wel, denk ik, hè, nu zijn de meeste wetenschappers in de Verenigde Staten geconcentreerd. Dat zal zich uitbreiden over de rest van de wereld. De Chinezen zijn ook bezig op grote schaal een academisch bestel, een universitair bestel te bouwen. En ja, dat is niet. Dat is en veel van die wetenschappers in Amerika zijn natuurlijk ook Aziaten. Chinezen. Kijk, vroeger was het zo dat heel veel Aziaten gingen in Amerika studeren en dan bleven ze daar hangen. En nu gaan ze vaak terug, omdat ze vaak thuis nog beter betaald worden dan in de Verenigde Staten. Te meer natuurlijk, omdat in het Westen, ook in Nederland trouwens, de wetenschap bar slecht betaald wordt natuurlijk. En je kunt heel wat beter kun je rechtsback van de Excelsior worden dan jong wetenschappelijk onderzoeker. Ik schat dat de rechtsback van Excelsior 10 maal zoveel geld verdient als iemand die misschien een geniaal idee ontwikkelt. Ja. Terwijl de rechtsback van Excelsior waarschijnlijk ook al niet zijn beste rechtsback is. Ja. U beschrijft in dat hoorcollege geschiedenis in het groot, wat bij de Big Bang begint, een wereld die uiteindelijk weer heel leuk zou kunnen zijn. Namelijk dat als overal de technologische ontwikkeling en de industrialisatie maar net zo hard is doorgegaan, dat je op een gegeven moment een gelijkwaardige wereld krijgt waar geen verschillen meer in inkomen zijn. Ja, en dan kan iedereen gewoon weer heel prettig lokaal om de hoek gaan produceren. Ja, dan zijn natuurlijk ook in het Rijke Westen, hè, waar we die toestand al bereikt hebben, zijn wel degelijk aanzienlijke verschillen van inkomen. En ongelukkig zijn ze de afgelopen 20 jaar ook nog weer groter geworden. Maar
In principe heeft iedereen in Nederland kan een redelijk inkomen verdienen. Ja, dat zou mooi zijn als dat in de hele wereld het geval was. Er zijn natuurlijk nu miljarden wereldbewoners die heel slecht eten hebben. Geen behoorlijk naar de bekende armoedeproblemen in de wereld. Dat zou heel mooi zijn, maar ja, daarachter rijst natuurlijk een nieuw probleem op. Wat zijn precies de effecten van een wereldwijd industrialisatieproces op de ecologische structuur van de planeet? Nou ja, daar wordt nu heel dramatisch over gedaan. Dat water ons binnen 30 jaar aan de lippen zal staan. Dat denkt dat het zo vaart niet zal lopen. Niemand weet eigenlijk precies wat de effecten zullen zijn en of het proces zal doorzetten. Maar ja, het is wel iets wat onze bekommernis dient te hebben. Dat. Ja, dat klinkt nou ook weer een beetje braafjes. Ja, klinkt daar ben ik braaf. Daar ben ik ook geneigd om te zeggen, zouden we niet. Ja. Ja, moet je daar ook niet. Die opwarming is natuurlijk is ook een soort klimaatkerk ontstaan. He, dus als je niet meedoet, dan word je ook enorm verketterd en zo. En schandelijk en zo. Maar ook daar geldt dat dit soort van ideeën. En misschien is het gedeeltelijk een waan, wie zal het zeggen? We moeten het afwachten. Dat moet scherp bekritiseerd worden. Ja. De wetenschap zelf kan niet zonder kritiek, zonder. He, als iemand A zegt, dan moet er iemand zeggen, nou ja, A, zou dat nou wel kloppen? Laten we dat nou eens checken of dat wel A is. Misschien is het wel A+, of A-, of misschien wel B. En wat is er nou veranderd in uw eigen relatie met dat land Amerika? Vanaf die redelijk toevallige... Niet zo vreselijk veel, zou ik zeggen. Het is ook een beetje gek om een relatie te hebben met een continentale staat die ver over de 300 miljoen inwoners heeft. Dus die heeft ze ook eigenlijk niet? Het is bij mij meer zo dat er zijn... ook daar geldt de Amerikaanse identiteit, ja. Ik denk niet dat Wilders naar dit programma luistert, maar ik hoop dat hij het doet. Meneer Wilders, let goed op. De Amerikaanse identiteit bestaat helemaal niet. Er zijn grote regionale verschillen in de Verenigde Staten. Grote culturele en politieke verschillen. En in sommige staten zou ik me heel redelijk thuis voelen. En in sommige staten zou ik voor geen goud van de wereld willen wonen. Ik zou mij in Texas niet happy voelen. En, trouwens, een groot deel van het zuiden is wat mij betreft nog steeds lichtelijk verdacht terrein. Maar Seattle, ja, heerlijk motregen. Ik wil nog een klein pleidooi doen voor het maar afstoten van dat zuiden. Dat het wel een prettig idee zou zijn om dat gewoon een apart land te worden. Dat heb ik ooit niet zelf bedacht, maar ik las het in Slate, een bijzonder aardig internetmagazine. En daar zei iemand van, als je naar de Verenigde Staten kijkt, statistisch, dan zul je zien dat Amerika in de statistiek veel slechter scoort dan landen als Canada, of de West-Europese landen, Nieuw-Zeeland, Australië enzovoort. Zeg maar de echt beschaafde landen in deze wereld. En dat ligt eigenlijk voornamelijk aan de zuidelijke staten. Of het nu teenage zwangerschappen zijn, of moord en doodslag, suiker, leverkwalen, de hele zante kraam, dat. En die man had uitgerekend dat als je nou de klassieke Confederate States, die in opstand zijn gekomen aan het begin van de burgeroorlog, als je die er nou uitknipt, dat Amerika eigenlijk statistisch een heel fatsoenlijk land wordt. Dus hij zei, weet je wat we doen? We schrijven een brief naar de Confederate States, de geachte heren, want u begrijpt, vrouwen die zweefden van zo'n trap af met zo'n jurk als in Gone with the Wind. Die vrouwen die deden niet toe. Geachte heren, wij zijn tot andere gedachten gekomen. We hebben in de tijd een burgeroorlog gevoerd om u binnenboord te houden. Maar we zijn bij spijt van dat besluit. En wij adviseren u alsnog een zelfstandige natie te worden. Dat zou een geweldig idee zijn. Naar mijn idee. Amerika zou er enorm op vooruit gaan. Dat noordelijke stuk Amerika zou er enorm op gaan. Ja, zeker. Ja. Zou er enorm en daar op vooruit zuiden, gaan. Dat... Nee, en ja, het zuiden heeft, maar misschien is dat inbeelding van mij. Ik was nog eens een week in Oxford, Mississippi. En ik vond het wel zo onheimisch. En dan heb je het huis van Faulkner, die woonde daar. En dan denk je, ja, tussen van die akelige dennenboompjes en zo. En nou ja, er staat natuurlijk zo'n standbeeld van Lee midden in het dorp. Het was al geïntegreerd, politie was al geïntegreerd en zo. Dit allemaal speelt zich af. Wat zal dit geweest zijn, 20 jaar geleden of zo. Maar ik vond er een akelige sfeer hangen. Ik heb niks met het zuiden. Terwijl in Seattle, ja, daar reed ik binnen met motregen en zo. En zo'n laaghangende grijze bewolking. Ik denk van, nou, dit lijkt mij wel wat. Komt u eigenlijk vaak in Amerika? Nee hoor. Helemaal niet.
Nu? Nou, zo om de 2 jaar of zo. Ja. Ja, maar de mensen zeggen altijd dat je dan minder ervan af zou weten. Nee. Maar dat lijkt me een rare theorie, want de vraag is dan, waar ga je dan heen in Amerika? Ja. Hoe ben je voortdurend op reis in alle 50 staten? Waar je in Alaska inbegrepen? Of ja, als je bijvoorbeeld een jaar in Boston bent, dat heeft ongeveer evenveel met de rest van de Verenigde Staten te maken als wat zullen we daar eens voor nemen? Nou, misschien Amsterdam of zo met Nederland. Hè? U zegt ergens of beschrijft ergens in het kielzog van die burgeroorlog. Eigenlijk zegt u van de klompvoet van Amerika, dat is de zwarte bevolking. Ja. Dat is 13% van de bevolking. Ja. De afstammelingen van de slaven. Wat heeft Amerika daar eigenlijk mee gedaan? Nou, de helft heeft zich min of meer weten mee te ontwikkelen. Maar de helft gewoon niet. Helemaal niet. Die zit in ghetto's. Daar gebeurt gewoon niks mee. Nou ja, kijk, en wat doet de Amerikaanse regering daaraan? Helemaal niets. De laatste jaren niet veel, dus. Niets, zegt u gewoon. Ja. Helemaal niets. Kijk, in de Constitutie staat... Of is dat nou de Declaration of Independence? Anyway, life, liberty and the pursuit of happiness. Dat is het doel. Van Amerika voor zijn burgers. Dat is het doel van de Amerikaanse Republiek. Die basis is die gesticht. Ja. Maar toen waren er al miljoenen zwarten toen dat. En life, liberty and the pursuit of happiness gold niet voor de zwarte bevolking. Dat waren slaven. En daar is ontzaglijk veel ellende mee gestart. Met het feit dat ze zich in feite niet aan hun eigen fantastische beginselen hebben gehouden. Nou goed, hebben de slavernij bestond en de burgeroorlog is in feite een conflict over het probleem van de uitbreiding van de slavernij. Niet over de slavernij zelf, maar over de potentiële uitbreiding daarvan. Die is door de noordelijke natuurlijk gewonnen, om voor de hand liggende redenen overigens. Maar vervolgens zijn natuurlijk de zwarten in het zuiden na een overgangsfase alsnog terechtgekomen in een gesegregeerd systeem. In een soort van Amerikaans apartheidssysteem, want zo kun je het rustig noemen. En dat probleem is pas aangepakt eigenlijk in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw. Dat heeft toen nog 20, 30 jaar geduurd voordat de ergste discriminatie was weggenomen. Maar kijk je ook weer naar de cijfers, ja, dan zul je zien dat de zwarte bevolking nog steeds een ontzaglijke achterstand heeft. Bij vrijwel alle criteria waar je meet is er sprake van een achterstand. En ja, het is een schandelijke toestand dat daar niet harder aan gewerkt wordt om dat te verbeteren. Ik wil niet zeggen dat je dat van het een op het andere moment kunt verbeteren. Maar er is meer aan te doen dan zij er aan doen. En er is in Amerika zonder twijfel sprake van een latent racisme. En als je nou een reden wil vinden waarom de Republikeinen in de meerderheid zijn geraakt in de loop van de jaren 70, dan ligt dat in feite daaraan dat die zuidelijke racistische democratische partij heeft gekozen voor de emancipatie van de zwarte. Nou, dat heeft een eind gemaakt aan de democratische partij in de zuidelijke staten. En de Republikeinen hebben die rol eigenlijk overgenomen. Die hebben nooit expliciet gezegd van ja, wij moeten ook niks van die negers hebben. Maar die hebben altijd een codetaal gesproken, hè, waaruit blijkt van mensen, Wij zijn niet zo voor die emancipatie. Daar moeten wij niks van hebben eigenlijk. Hè? En ja, dat heeft de Republikeinen in de meerderheid gebracht. Dus in die zin moet je de Democratische Partij hoogelijk prijzen. Toen Lyndon Johnson, die begreep precies wat er ging gebeuren. Die zei, ja, wij gaan dit nu, wij kiezen voor de emancipatie van de zwarte. Maar dat zal ontzaglijke, langlopende politieke consequenties hebben. En zo is het maar net. Die liefde begon bij Kennedy, waarvan u zei van ja, dat was natuurlijk geheel en al verkeerd. Want dat was is de meest overschatte president van Amerika geweest die er ooit geweest is. Ja, dat komt omdat mensen Kennedy zien als een soort van ridder op het witte paard. Dus dat was ook alweer zo'n gevalletje. Dat je de ideeën van je tijd eigenlijk te veel napraat door. In zo dit geval onder de wel, ja, daar Kennedy was ik vrij snel achter dat ik dat niet zo vreselijk goed had gezien. Maar ik weet wel dat de moord op Kennedy toch een enorme schok was. En dat je dagenlang aan de radio gekluisterd was. De televisie ging nog niet erg hard. Want het was natuurlijk lastig om de informatie van daar naar hier te krijgen. De beeldinformatie althans. Mm-hmm. Ja,
En omdat hij natuurlijk zo jong vermoord is, is er altijd die wonderlijke neiging om te denken, als hij was blijven leven, dan zou alles anders geweest zijn. Want hij wou een eind aan maken aan Vietnam. Ik geloof er geen hout van. Als hij was blijven leven, was hij natuurlijk op precies diezelfde pijnlijke wijze afgebrand als waarop alle presidenten, alle politici trouwens die de macht hebben, na enige tijd afbranden. Ja. Denk aan Tony Blair. Hm. Ik kan me nog trouwens ook in de Nederlandse pers de stukken herinneren, 97, van... Nou, het was zo'n beetje de zoon van de heer zelf. Het was ongelooflijk wat een politiek genie hier... Nou, en we hebben gezien hoe dat 10 jaar verder was. Hè, dat zo'n man volstrekt en totaal was afgebrand. Dat overkomt tenslotte elke politicus. Vandaar ook dat je niet te lang moet blijven zitten. En de grootste fout die een politicus kan maken is dat hij te lang blijft zitten. Margaret Thatcher, Helmut Kohl, Ruud Lubbers, hè, die jullie hier vragen hem er eens naar. Als Ruud Lubbers na 10 jaar was opgestapt en had gezegd van 10 jaar vind ik een hartstikke mooie tijd, dan ik herinner mij nog het artikel uit de NRC over Ruud Lubbers na 10 jaar Lubbers. Nou echt, het was de Heere Jezus zelf. Het was ja iets zwaardere baard, maar toch, het was de Heere Jezus zelf. Ongelooflijk werkelijk. Dat was zoals vroeger altijd tegen je zei. Hij is nog 2 jaar blijven zitten en nou ja. Het was zoals je ouders vroeger altijd tegen je zei, je moet gewoon op het hoogtepunt weggaan, ja, van het feest. Maar dat valt van de drommel niet mee. Nou en of niet, want hè? Je weet nooit wanneer het hoogtepunt is. Precies, de mensen zijn altijd geneigd om te denken, ja, het hoogtepunt komt over 5 minuten. Ja. En onze allergrootste angst is dat we er niet bij zullen zijn als het hoogtepunt daar is. Hè? Ja. Terwijl dat in het algemeen volstrekte onzin is. Maar goed, ja, dat is hè, de fijnste en de meest opwindende feesten zijn ook waar jij zelf niet geweest bent. Hè? Waar je dan over hoort, nou, er is dit gebeurd, er is dat. Dat was ongelooflijk, maar... Enig idee waar uw hoogtepunt... Nou ja, zat? Is, of moet er nog komen? Of ik heb geen zitten idee. We erin? Of... Ik weet niet, nee, ik wil wel wat een hoogtepunt van mijn leven was dat ik voor mijn eindexamen was geslaagd. Dus dat was een relatief vroeg hoogtepunt. Ik had ook de tekenleraar die maakte zo'n mooie bul, hè, voor je eigen slaagd. En ik weet niet waar het ding gebleven is, maar goed. En die had ik zo opgesteld, heel kunstig had ik die opgesteld, dat ik bij het ontwaken eigenlijk onmiddellijk zou mijn blik op die bul. En zo ging het net. Het was ook een stralende zonnige dag, meen ik mij te herinneren. Daar zal ik zo nog iets over zeggen. En ik denk, god, ik ben er vanaf. Die goelag, daar ben ik aan ontsnapt. Ja, toen geloof ik, ik denk niet dat ik het woord goelag toen gebruikte, maar zullen mensen ook wat overtrokken vinden misschien. Maar zo had ik het gevoel dat ik uit een gevangenis ontsnapt was. Dat nu mijn leven eigenlijk pas ging beginnen. Tot op zekere hoogte was dat ook wel waar. Ja, die zomer van 62, in mijn herinnering, was dat een glorieuze, heerlijke, warme, zonnige zomer. Nou, dat heb ik even gecheckt hoe dat zit. Dat is helemaal niet waar. De zomer van 62 was een klote zomer. Koud en nat. En, nou, niets dat is ook zoiets. Hè, dat je, ja, echt dat weer waar u van houdt dus. Ja, ja. Dus maar kennelijk heb ik zo opgeslagen. Ja, of ik dat toen al zo sterk had, dat weet ik heerlijke niet. Heerlijke motregen, nee, heerlijk grijs. Ik ben het Nederlandse klimaat... Ik ben sowieso Nederland meer gaan waarderen door in het buitenland te verblijven. Ja. Dat zou ik ook aan... Ik zou ook de heer Wilders bijvoorbeeld graag willen adviseren. Kunt u niet bijvoorbeeld een jaar in het buitenland gaan wonen? He, nou woont hij al partieel in het buitenland. Maar goed, laat ik daar niet flauw over doen. Nee. Maar... In de periode 2008-2013, las ik laat, neemt het aantal 65-plussers toe met bijna 400.000 in Nederland. Dat is dat effect van waar we het eerder over hadden gehad. Waarom vergeleken met België? Dus ook krankzinnig veel babyboomers hier na de oorlog. Ja, de vergrijzing van de babyboomers. Ja, de vergrijzing van de babyboomers. Daar bent u er dan één van, nee, hè? Nee, ik ben geen boomer. U bent een pre-boomer, hè? Ja, ik ben een pre-boomer. Ja. Ik weet niet, dat hebben ze maar ook fantastisch voor de ontheemde generatie. Je voelt je ontheemd, dat is een prachtige term natuurlijk. Hè. Maar goed, u wordt in elk geval dit jaar 65. Ja. Het komende jaar, hè? En... dus u zit wel in elk geval in die bulk van 400.000 extra 65-plussers. Ja. Wat voor beeld is dat? Nou, ik denk dat ten eerste moet erbij gezegd worden dat we hebben relatief veel boomers. En ja, die verouderen natuurlijk, vandaar de vergrijzing. Maar de vergrijzing is in Nederland een minder ernstig probleem dan in de meeste andere West-Europese landen. Die hebben met landen als Italië en Duitsland hebben met veel ernstiger problemen op dat punt te maken. Japan is helemaal dramatisch werkelijk.
Dus allereerst al geen reden om te denken dat het een verschrikkelijk groot probleem is. Ik denk dat met de te verwachte structurele welvaartsstijging en toename van de arbeidsproductiviteit. Volgens mij is al dat paniekerige gedoe over de betaalbaarheid van die massale ouderdom, die is aanzienlijk overtrokken. Ja, dat ook het, niet dit kabinet Balkenende, maar het vorige deden altijd vreselijk paniekerig over. En dat was naar mijn idee niet nodig. De AOW is goed financierbaar, dat is geen groot probleem. En ik denk dat is gegeven die stijgende welvaart, die ouderdom, ja, dat zullen wat meer rollators worden. Ik zou als je ergens in wil investeren dan in een rollatorfabriek, zou ik zeggen. En dat doen ze natuurlijk nog een heel ander wonderlijk probleem. Want die enorme geboortegolf in Nederland, die loopt dus tot 68. En dan breekt het spectaculair af. En zakt dat geboortecijfer een tijdsverloop van 5 jaar echt dramatisch naar beneden. En dat betekent natuurlijk dat als we even, laten we nou aannemen dat de babyboomers ongeveer 80 zullen worden. Dat zal zeker voor de mannen gelden en de vrouwen misschien een tikkeltje ouder. Dan kun je dus 80 jaar optellen bij 1968. Dus dan zitten we in 2048 en dan is het vrij plotseling voorbij. Dan zijn ze dood. De dood zal het probleem automatisch oplossen. Ik vraag me zelfs wel eens af, is het verstandig om in Nederland zeer grote infrastructurele werken te ondernemen gezien de looptijd van dit soort van plannen in Nederland? Als je realiseert natuurlijk dat vrij plotseling de bevolking misschien wel aanzienlijk zal verminderen. Overigens is dat ook maar, dat gaat hier om trends. Het kan best zijn dat mensen plotseling besluiten om weer 4 kinderen per gezin te krijgen. En dan ziet het er over 30 jaar volkomen anders uit. Maar, ja, maar hoe voelt het voor uzelf om, laten we zeggen, een 65-plusser te zijn in een land? U zei zelf ergens in het begin van het gesprek, ja, als je ouder wordt, dan doe je eigenlijk, sociaal sta je enigszins buitenspel. Je doet ongeveer niet meer mee. Je mag bij veel dingen. Je voelt je lichtelijk ontheemd. Maar toch ben je dan met 2,8 miljoen mensen in Nederland. Ja, een van de allerwonderlijkste dingen is natuurlijk dat er, met name de reclameindustrie, maar dat geldt dus ook voor de tv-commercial en dus voor de tv-programma's, dat er zo weinig commercieel gebruik wordt gemaakt van die relatief zeer grote groep van oudere personen die bovendien flink wat te besteden hebben. Want dan zitten we met het wonderbaarlijke probleem dat de reclameindustrie, lees ik altijd in de krant, als het niet waar is kunnen ze mij mailen en uitleggen hoe het eigenlijk zit, alleen geïnteresseerd is in mensen onder de 35. Waarom is dat eigenlijk zo? Ja, zeggen ze dan, dat zijn de tijden dat ze de mensen nog besluiten over welk merk ze willen gaan gebruiken van de diverse artikelen. Daarna wat voelt het zich daarom veranderen ontheemd? Ze niet meer. Nou, dat is het niet. Ik voel me gewoon dingen? Ontheemd, omdat ja, er zijn tal van dingen, met name natuurlijk op televisie, in de publiciteit, politici, waar je denkt, wat moet ik er in godsnaam mee? Ja, en dan, je moet natuurlijk oppassen met nostalgische gevoelens over de rust van, nou ja, dan moet je sowieso, de jaren 50, die waren bepaald niet leuker dan wat we nu hebben. Dat is een gruwelijke misvatting. Maar ik denk, naarmate je ouder wordt, ja, is het lastiger om het veranderingsproces waaraan elke samenleving onderhevig is, om dat te volgen en om dan niet te zeggen, wat is dat afschuwelijk? Ik wil wel eerlijk bekennen dat ik de jeugdmuziek in het algemeen afschuwelijk vind. Ja. En hoe gaat u dat zelf doen? Ik heb geen idee. Mijn huidige plan, voor zover mensen plannen kunnen maken over wat er met in hun ouderdom gaat gebeuren. Ten eerste betreur ik het zeer dat je op je 65ste weg moet. Weg moet, ja, bij de universiteit. Ja, het wonderlijke is dat de heer Balkenende, als ik hem op tv zie, dan zegt hij altijd, nee, we moeten vooral doorwerken tot 67, want anders gaan we het niet redden en we moeten geharnast zijn voor de nieuwe eeuw en ik weet al niet wat, maar zijn de organisaties van de overheid zelf doen voornamelijk moeite om je er zo vroeg mogelijk en zo snel mogelijk uit te lazeren. Dat is eigenlijk, hè, want de universiteit staat helemaal niet te wachten op mensen die tot hun 67. Er is een wetsontwerp voor en dan moet ik eerlijk bekennen, ik weet niet hoe het daar precies mee gesteld is. Maar ik was eigenlijk van plan om. Maar de universiteit heeft u al duidelijk gemaakt dat het wel klaar is? Nou, ik mocht geloof ik nog 1 college geven. Dat dan buiten bezwaar van 's lands schatkist is. Maar om nou te zeggen, jongen, ze hebben alle denkbare moeite gedaan om mij de mogelijke 2 jaar verlengen. Nee, absoluut niet, nee. Dat niet alleen, maar ze zijn al
nou ja, al een jaar of 2, 3 geleden begonnen met mij tal van interessante voorstellen te doen of ik niet wou opkrassen eigenlijk. Ja, ja. Dus ja, waarom? Maar en goed. Ook geen echt interessante voorstellen? Nee. Niet? Nee. Nee, maar goed, ik ben van plan om eigenlijk, ja, mijn plan is eigenlijk om door te werken tot ik er dood ben neerval. Dat is eigenlijk mijn plan. En het probleem met mijn werk is natuurlijk dat ja, ik hoop dat die stukjes dus leuk blijven en dat wat ik zeg enigszins zinnig blijft. En dat als dat niet meer zo is, als het brein last krijgt van weet ik veel wat voor zonderlinge prionenziekte, dat iemand dan tegen zegt van joh, het kan niet meer, je moet daarmee stoppen. En dan heb ik wel, daarvoor heb ik ook een plan. Ik heb meerdere plannen. Dan ga ik namelijk een enorme flatscreen tv kopen van de allerbeste topkwaliteit. En dan ga ik in principe mijn 1000 favoriete films daar opdraaien. En omdat ik dan geleidelijk aan infantiliseer natuurlijk, dat is een onvermijdelijk. Hè, kan je ze gewoon ja, ga ik, keer op keer weer bekijken. Ja, wil, nou, ja. Nee, ik wil eindigen met mijn. Met de jeugd, met jeugdfilms. Die heb ik ook. Bambi heb ik al aangeschaft. Digitally remastered en zo. Ik vind die tekenfilms van die Pixar-bedrijf vind ik echt geweldig. Geweldig, Incredibles. Iedereen moet dat speciaal Ratatouille. Allemaal even ja, leuk. Even leuk, ja. Ja. Vind ik ook, ja. Kijk, dat vindt iedereen leuk. Kinderen, ja. Volwassenen, ja. Iedereen vindt het leuk. Dat wil ik dan in mijn bejaarde aanleunwoning ga ik dat allemaal draaien. En dan, ik wil ook, dat geldt ook voor wat ik lees. Ik wil geleidelijk aan, dan naarmate ik senilisier, wil ik terugkeren naar de boeken van mijn jeugd. En die herlees ik ook nu nog wel eens, maar dan zal dat in permanentie gebeuren. Dus dat is Winnie de Pooh en De Wind in de Wilgen en dat soort van dingen. Mm-hmm. En misschien eindig ik dan met Suizenbol en Beidepink. Wat is dat? Een beetje, ja, dat is een beetje mijn allereerste herinnering. Suizenbol en? Beidepink. Nee, dat, nee. Ja, dat waren twee kabouters. Dat is geschreven door Fienie Dick, de eerste vrouw van Martin Toonder. Dat is ook met illustraties van de Toonderstudio. En mijn moeder heeft me daarvoor ook wel voorgelezen. Dat was die Koning Kaskoes Kielewam. Maar dat is eigenlijk nauwelijks blijven hangen. Dus ja, ik heb een heel programma waarbij eigenlijk geleidelijk aan rekening wordt gehouden met het krachtverlies van mijn brein. En ik tenslotte als het ware verdwijn in het punt waar ik uitgekomen ben. Ja, ja, ja. En dan gewoon weer lekker voorgelezen wordt. Helemaal uiteindelijk. Ik zou er geen bezwaar tegen hebben om voorgelezen te worden. Nee, maar je hebt trouwens van die voorleesboeken natuurlijk. Maar dat ja, dan moet wel een hele geschikte stem moet je daarvoor hebben. En ja, ik zou natuurlijk wat ik nog zou. Daar denk ik op dit moment eigenlijk aan. Dat is echt een heel verziende blik. Dus dat ik het zelf even opneem. Dat ik, me, dat nu ik zelf. Alvast. Ja, dat ik ja. Nu zelf De Wind nu in de Wilgen voorlees. Nu nog goed ja. Bent het alvast. En dat ik dan tenslotte mezelf kan opzetten terwijl ik ja. De Wind in de Wilgen voorlees. Aan mijzelf dan tegen die tijd. En dan heeft u misschien af en toe per ongeluk opeens de Koude Oorlog te pakken? Of, ja, daar kan ik niet. Ja. Dat is een hele zonderlinge zaak. Maar ik kan daar niet langer dan een kwartiertje naar luisteren. Naar deze CD's ja. Met die hoorcollege. Ik zelf best lezen en dan ja. Vind God, sommige stukjes vind ik wel aardig geslaagd en andere wat minder. Maar ik hier ik een kwartier denk, nou het staat er goed op en het klinkt ja. Helder en zo, maar ja. Dan. Nee, ja. Dat is, nee, maar u weet natuurlijk ook al wat u zegt gaat. Dus ook dat, ja, nee, dat scheelt. Ik kan dat ja. Niet goed beluisteren. Nee. En bent u dan ook al zo iemand die dan al heel concreet denkt van dan ga ik nu vast bedenken hoe dat moet met woonomstandigheden en dat soort dingen en zo? Nee, ik woon in een ontzettend prettig huis. Daar blijft u gewoon. In Utrecht. Ja. Daar hoop ik horizontaal te verlaten uiteindelijk. Ja. Ja. Ik hoop net op tijd van de trap te lazeren dat ik eigenlijk niet ergens verpleegd, verzorgd of wat dan ook hoeft te worden. Maar dat is natuurlijk allemaal. Maar ja, je hebt dat volstrekt niet in de hand. Morgen val je over de drempel, breek je heup en dan begint het gedonderjaar. Maar als het dan nu zo ligt, zou je gewoon eigenlijk liever blijven, hè? Nu in de universiteit gewoon. Ik zou best nog een paar jaar door willen, ja. Ja. Maar ja, god, en van kan je daar niks tegen doen? Moet het, maar van de universiteit mag en daar kan je niks tegen doen? Nou ja, kijk, je kunt ik kan dat een gaan beweging forceren, beginnen. Een beweging beginnen, ja. Ja. Bijvoorbeeld, ja, trots op de universiteit. Ja, trots op de universiteit, ja, zo heet dat tegenwoordig. Ja. Ja, oude mannen, ja, trots op de universiteit. Moet ik IJzeren Rita inzetten voor ja. Deze zaak? Doet ze ook ja. Nog iets nuttigs? Ja. En nee, want het heeft natuurlijk dan. Kijk, als het duidelijk is dat men er niet speciaal op zit te wachten, dan moet je jezelf natuurlijk niet daar gaan staan aanbieden. Dat vind ik onzin. Nee. Nee, daar voel ik eigenlijk heel weinig voor. Ja. Het is, hier geldt toch wel graag of niet?
Ja. Dus dat ga ik zeker niet doen, nee. Maar ik vind, ja, zolang ik mij redelijk fit voel en bovendien het werk ontzettend leuk vind, zou je toch zeggen. En heel graag nog steeds lezingen geeft. En ja, want ik geef massa's lezingen. Massa's, hè? Ja, hoeft al wel. Ja, ik weet niet. 30, meer dan 30 per jaar of zo. Nog steeds wel. Ja. Ja, ik vind dat het leukste werk van de wereld eigenlijk. Ja. En ook dat je in zulke vreemde plaatsen komt en zo. Dat vind ik, ja. In al die zaaltjes. Mijn signeerrecord is door Varsseveld gevestigd. Hè? Door Varsseveld. Waarschijnlijk hebben alle Varsseveldes zo'n boek gekocht. Het is echt ongelooflijk. Ja. Ja. Nou, ik wens u daar heel erg veel. Ja, laten we hopen dat het brein zo lang mogelijk, zo helder mogelijk blijft functioneren. Zowel heel veel geluk als plezier bij.